Jee. Welkom bij de livestream van vandaag. En wat gaan we doen? Titanfall! Precies, onder andere. Yeah. Straks komt Steven nog eventjes om natuurlijk de Elder Scrolls te spelen. Kan niet anders. En kijk, ik ben in het level en het is donker. Het is dat level wat je... Nou, zeg. Ja. Dat level. Dat level wat je net wilde. Ja, dit level wilde ik. Ik zag hem net in de loadscreen. En ik speel Capture the Flag en dat is mijn favoriete shit. Kijk, nu al. Kijk, komt het chap. Oké, ga ik vanaf deze kant. Vet. Hoeveel tijd... Ik kijk hem dood! Hoeveel tijd heb je gespeeld? Wow, wat gebeurt er? Er komen chaps uit. Er komen je grunts uit, die horen bij je. Ik heb toch wel aardig wat. Is dit een guy? Ja, dat is een robot, hè? Die had ik moeten hacken. Gewoon een argeloze robot die niks deed. Hey, maar waarom zit jij hier? Omdat Boris dus te laat is. Ja. Dat is super grappig. Boris komt hier zo meteen hals over kop. Waarschijnlijk met een zonnebril en andere coole shit. Wat is dit dan weer voor de domme shit? We gaan switchen. Scramble thing. Ja, dan doen we gewoon even de shirt. Misschien moet jij daarom ook eventjes gaan spelen. Anders heb je helemaal niks aan dit potje Titanfall. Ja, maar dit is niet en niet mijn mode en niet mijn loadout van Pilot en Titan. Maar nee, Capture the Flag duurt niet zo heel lang, toch? Doorgaans. Ja, die hoort bij mij. Die hoort bij mij. Zo. So. Nice moves. Nice boss. Oh, nice moves. Nice boss. Yeah. Ja, flikker. Ik zag je wel. Yeah. Bitch. Burn cards. Je houdt niet van burn cards. Nee, ik burn... Wat is dit dan weer voor bullshit? Yeah. Hier. Hey. Oh, ah! Ja, cool. Vet. Wat ik doe, is dus gewoon nu eventjes mijn gameface. Oh man, ja, let alsjeblieft eventjes op jouw gameface. Daar, gameface te hebben. Dude! Oh, daar. Jezus, overal. En jij ziet ze allemaal niet. Nee, ik was hier nog weer aan het rennen. Kill him with fire. Jezus, een keer de andere kant op. Maar we hebben behoorlijk zitten levelen al. We zijn welk level nu? 23, ja. En jij hebt er wel de meeste levels op je naam staan, denk ik. Ja, de stagiairs die hebben ook wel veel gedaan, hoor. Ja, oh, ja ook wel. Nee, dat is natuurlijk denigrerend als ik dat tegen jou zeg. Is dit jouw... Dit is jouw Titan. Bovenop een Titan, op een andere. Er stond al een Titan namelijk. Is het zo? Nee, dat kan niet. Je kan maar één Titan. Kijk, hij heeft de vlag. Kill het! Oh nee, hij heeft een goeie. Nee, kill hem niet. Verdedig hem, bedoel ik. Pak hem met zijn buff. Kijk nou, jij bent goed in die fucking... Is dat die salvo die ik heb gedaan? Die is vet, hè? Die cluster mind shit. Wat doe je is nou? Is vet. Je bent de hele tijd aan het melee, hè? Ja, je bent echt een melee kind of guy. Ja, precies. Ik wil... Met hier aan het boksen, jongen! Ik trek hem eruit. Aha. Kijk, flank, fuck you! Dat vind ik vet. Cool. Nou, ook van. Het is een beetje die Real Steel vibe, weet je? Met die film, Real Steel. Ja, die super real Disney shit. Land op zijn bek. Nee, je kan het niet. Dat kan je dan weer niet. Maar wel in de lucht even switchen en doodgaan. Precies. En wat dan ook. Ja, nice. Wil jij Benny weer? Deluxe. Nee, ga jij maar even. Jij mag toch maar een cultuur zitten. En dan trap ik je gewoon weg. Precies. Ik zal even mijn bril afdoen trouwens. Waar is ons vlek? Andere kant. Totaal de andere kant. Weet je wat ik wel mis? Misschien kunnen we dat nog even regelen. Een soort van feedback ding, chat iets. Zodat ik kan kijken wat er allemaal gebeurt. Want ik heb geen idee wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Wat jullie willen. Wat jullie nep vinden. Wat het thema is van deze week. En ik zou hinten naar BH's, tieten, bikinis, dat soort shit. Is er een thema? Naast het game. Ja, nee, vaak komt het zomaar wel eens op een raar gespreksonderwerp naast het live game. Hier nou terecht, jongen. En wat is dit? Ja, gewoon die kant op. Ja, maar er staat hier Defend en... Oh, Capture. Daar moet ik zijn. Ja, dat is wel 180 meter. Dat is wel en dan komen chaps van rechts. Oh, dat zijn de Titans. Notaatst. Wat doe je nou? Je had al lang eerder moeten springen. Spring. Ja, precies. Waarom kunnen we niet... Wanneer komt de eerste mod met triple jumps? Ja, dat vroeg... Dat en had en quad jumps, letterlijk zeg maar. Vroeg gewoon, me dat net ook al van. Waarom kan je dat niet upgraden? Dat is toch gruwelijk, je hebt wel die prosthetic legs als burn card. Dan kan je ook hoger springen. Nou, dus dat is ook een ding. Wat is de level cap? Weet je dat? Nee. Maar ik gok, zeg maar... 50? Ik denk het wel. Ja, zal het zo... Ja, wat doe jij nou? Natuurlijk staat hij in het hoekje te campen daar. Flik. Gaan we een burn card inzetten? Nee, ja, doe maar gewoon. Ja. Doe gewoon een burn card. Burn die card. Spectre camera. Ja, dat is super cool. Nu ben je dus... Een Spectre. Jammer dat je geen... Ik ben een Spectre. Nu ben je een fucking Spectre of the Feast. Maar... Waar hadden we het over? Over de level cap. Level 50. Maar waarom denk je dat het 50 dat je ergens... Dude, het staat toch een guy? Nee, die hoort bij mij. Die had blauwboos af. Die hoort niet bij mij. Nee, maar het is maar een Spectre. Whatever. Kick ze in hun fucking face.
kijk, wel rennen voor die... De AI van die Spectre is namelijk vrij matig. Zo, zie je dat? Dat heb ik nog nooit gezien. Dat je iemand zijn hoofd eraf draait. Ja, maar dat hij in één keer een mes heeft. Normaal schopt hij ze namelijk. Pak hem. Wat doe jij nou? Nee. Je bent niet aware. Nee. Je bent nog niet genoeg aware. Nee, er gebeurt te veel. De Titan is ready. Drop the Titan. Ook. Pak hem eerst en drop dan die Titan. En dat zijn namelijk Choppen. En Bark. En Bark. We hebben net een nieuw wapen op onze Titan kunnen zetten. Wat heel vreed is. Nozard, daar gaat hij. Ik vind het is moeilijk om Titans te, of, om guys te raken met je Titan. Maar het is best wel niet hard. Snel dood, zeg maar. Precies. Wat je verwacht van een Titan. Precies. Want je verwacht van, nou, dit gaat echt hard. Maar ja, je denkt van, nou, één keer schieten en dan ontploffen ze. Want er komt een fucking grote kogel uit de Titan. Ja. Maar dat is hier gewoon niet. Ja, het doet niks. Hoi wel. Oeh, die Grunt was toch wel massief. Rammen. En nu eject. Oh. Now you died, boy. Ja, toch wel. Zonde. Maar we hebben nog steeds geen chat-ding. Nee, wel, dat wordt wel geregeld. Oh. Ik zag mensen net met dingen rennen, dus nog even geduld. Ja, dat heb ik dus ook de hele tijd. Dan kan je ook best wel dood. Je kan dus doodgaan als een tegenstander zijn Titan op je dropt. Oh, je Titan. Ja, tuurlijk, dat is toch vreed. Maar zo zitten er dus heel veel gewoon hele toffe kleine dingetjes in die gewoon die game zo moeilijk gebalanceerd maken. Precies. Hack hem. Ja, maar dat kan niet, want dit is gewoon een worker. Weet je? Die staat gewoon hier te lassen. Je dat kan weet hem op ik God schieten. Ja, graag. Maar dat... kutrobots. Dit is... Oh, die hoort bij mij. Fast FMG, MGT, return to flag. Daar ben ik. Gebeurde dingen. Kill the grunt. Ja, dat moet je natuurlijk doen met een... dat snap je, hè? Precies. Execute it. Kijk, ik wil even een Titan hebben die niet van mij is. Die. En ik wil op hem schieten. Dat is het ding, weet je. Als er een Titan zit, let je niet echt op de kleine guys. Oh. Freeze frame. Freeze. Stop, hammer time. Half time. Switching sides. Half time. De beenslaap. Ik heb ze de flex wel. Ik vind het wel een lastige Nee, ik vind het super cool. Weet je wat je kan doen? Je kan fucking bij andere gasten op een fucking Mac gaan zitten als je de vlag hebt. Ja. Gruwelijk. Ik heb heel veel hardpoint gespeeld. Dat is een beetje mijn ding. Ja, ik heb ook een hardpoint gekregen van de game. Ja, dat is wel waar. De chat wordt geregeld, jongens. Ik kan bijna zien waar jullie het over hebben. Hoeveel nudie pics van Keira Knightley er zijn langsgekomen en dat soort shit. Of je vriendin die op Keira Knightley lijkt. Telt ook. Ik snap het. Nee. Hun vriendin bedoel ik. Ja, precies. Ja, dat mag ook. Ja. Als je nudie pics hebt daarvan, niet van mijn vriendin, maar van jouw vriendin. Wat doe je? Wat is dit voor een rare Matrix move? Ik wil hier capture, jongen. Ik ga dat niet flink gewoon. Ja, maar schieten. Je moet sprayen as fuck. Ja, tuurlijk. Slecht, jongen. Jullie gingen alle twee voor die vlag, zag je dat? En ja, maar stupid. Hij is wel, stupendous. Iemand heeft hem wel. Ja, hij heeft hem wel. Oké, heb je toch opgeofferd Fast GMT? Maar volgens mij ging hij ook dan. Dus wie heeft hem dan? Ja, nee, Fast GMT heeft hem. En hij oont, hoor. Dat zag ik net al. Dus defend. Die is van hem. Ja, maar die hoort bij mij. TMT die is goed aan het rammen hier al, jongen. Hij pakt gewoon de weg die niemand verwacht. Kijk nou, pak die guy. Guitar Wolf pakt je. Guitar Wolf, wat een sick ass naam. En hij pakt je zo hard. Het zijn heel veel Duitsers die dit spelen. Grunt. En ja, die zitten er wel. Ja, ik voel dat. Ik voel het meeste... nu. Vroeger vond ik het raar, maar ik voel het nu heel goed. Je had een GMT kunnen, of een carbine kunnen oppakken. Hij is hier aan het grunten, jongen. Ja, nu ben ik wel. Nu vind ik dat ik ben. En kijk, er komt iets aan namelijk. V6 Least big Mode. Laptop. Die is wel groot. Wat zeg je? Nee, die weet ik niet. Oh, de inlogs. Nou, die gaan we onderweg wel even niet verklappen op camera. Moeilijk grote laptop. Hij is letterlijk twee keer groot als mijn laptop. Bitch! Bijna. Burn card event. Pilot heb ik geëarned. Ik ben niet trouwens nu even als een kip zonder kop aan het rondlopen, zie ik nu. Ja. Kijk, kill die guy die heeft jouw flag. Benny Deluxe. Benny Lava. Benny Deluxe, oh, XX. Kut. Nee, dit is niet mijn triple X. Ja, laat een dinges. Wat vind je nou van die bots? Die reageren zo traag en ze schieten... Hey. Oh, ja. kut. Dit is niet cool. Dat is not cool whatsoever. Zo, wat een nerd. Welke guy moet ik killen? Give me a kill, Jesus. Nee, het onthoud ik al. Vet, we zijn er bijna. Tenminste, jullie zijn er al en wij zijn er ook. Alleen de link tussen ons is er bijna. Precies.
Captured your flag. Ja, dat is niet cool. Wat, heb jij een soort van favoriete Titan ook? Dit is echt een moeilijk grote Titan-naam. Dit is zo'n ogre. Ja, het is een ogre. Je hebt er drie die je kan krijgen, toch? Tot nu toe wel, ja. Kijk, ik ben wel flink aan het own hoor, op dit moment. De Atlas. Ik weet niet, maar... Dat is de standaard. Dan heb je die Skinny. De Strider, volgens mij. Ja, dat werkt niet. Dat werkt dus niet. Je kan niet een Titan Gun op gewone mensen gebruiken, op de een of andere manier. Dat is jammer. Dit zijn wel van die dingen waarvan ik denk... Nu drop ik in een Titan. Booyah, bitch. Get out the way. Kijk, dus dat is ook een... Ja, precies. Fuck smoelde. Pilot locking. Fuck you, man. Fuck maar you, er zijn zoveel dingen waarmee je rekening moet houden in deze game. Weet je, iedereen is aan het springen, verschillende hoogtes, zitten om hoekjes te kijken, Titans die fucking te komen verticale shit is echt het vreedst, vind ik, van deze precies. game. Maar het ding is, zodra jij als pilot op een Titan aan het schieten bent, wat best wel veel moeite kost, want die Titans die kunnen wel wat hebben van gewoon soldaten, zeg maar. Dan moet je ook nog een keer letten op je tegenstanders die ook pilot zijn en gewoon om jou heen lopen trainen en op jou zitten te knallen ook. Kanker, die flikker is goed, jongen. Ik heb geen internet, zie Oei. Ik nu. Wat zeg je? Moet je even... Ik heb geen internet. Even connecten en shit. Ja, maar dat no connections available. Je bent me uit mijn flow aan het halen. Ik ben niet ik in de game het. Vandaag. Gisteren was ik zo ben hard ik je uit in de game. Aan het halen? Ja, dat voelt zo. Ik geef ik dat gewoon... Oh, ik heb niks. Donder naar beneden. Guitar Wolf natuurlijk. Bitch. Bijna. Kill it with fire. Kijk, hij komt nu op me af. Guitar Wolf. De andere kant op. Weer die Guitar Wolf. Die is, ja, die is goed. Goed bezig, jongen, die guy. Dat is gewoon pretty good. Ja, die ren ik gewoon voorbij. You know. Oké, okay, niet. Nee. Flikkers. Nog één keer. Kill Guitar Wolf. Dat zie je. Guitar Wolf okay, is echt alweer moeilijk die shit bezig, gedaan. Jongen. Oké, okay, wat ik nu ga doen. Ik denk dat dit een beetje zijn mode is. En wat zijn de verschillen tussen Spectres en Grunts? Spectres zijn dus robots en Grunts zijn pilots die of course. Die ook menselijk zijn, maar niet hey, ik heb, die wel AI dichtbij, hebben, zeg shit. Maar. Ik weet niet hoor, maar... Oh. Want de Spectres, dat is het ding. Je kan de Spectres van je tegenstander kan je dus hacken. En dan worden ze jouw Spectre. Dan volgen ze jou in je level. Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb dat wel eens gedaan. Je kan ook de af en toe staande turrets in levels. Kijk, die kan je hij ook is hacken. Hem aan het doen en dan ga ik hem verdedigen op dit moment. Ja. Moet ik weer wisselen, Jesus. Je reload, jongen. Jezus. Kijk, ik heb grote zijn beesten op de turrets daar jongen. Inderdaad die een tijdje aan het janken ja. zijn. Dat die kan je cool. dus ook inzetten voor jouw team. Dan moet je ze hacken en dan ja, ja. schieten ze op Titans. MGT, sub escort. Kijk. Wat, ja, jij bent blauw, hè, zijn wij. We staan al echt moeilijk achter. 4 tegen 1. Ik weet zeker dat wij daar niet schuldig van zijn. Dat we achter staan. Nee. Ik kan ben zo niet. Goed. Precies. Kijk, deze gaat die hem gaat, krijgen. Kijk, die gun. Guitar die gaat hem krijgen, bitch. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Eject hem. Ja, maar hij gaat... Oh, ja, ik moet wel opletten. Maar zie ik je was, dat precies? Ik was aan het wachten tot precies. die guy eruit sprong. Ja. Dan val ik weer met mijn Titan en dan ben ik gewoon nog een rondje. Ah, ja. Ik heb het niet door. Kijk, zelfs op die draak daarachter wordt gewoon geschoten. Of ja. Het is een soort van de AT&T kill Walker, zeg maar, van Star Wars zonder armor. Zie, er zit dus een guy op met een... Ja. Multiple ja, er is Titans engaging. Er is best wel spannend. Veel wat je kan doen in deze game. Kijk, daar zijn we. Oeh. Bam, level 25, yeah! We hebben 120 kijkers al. Dat is best wel veel. Vind ik helemaal niet. Dat moet vertellen van jullie matties dat het losgaat hier, jongens. Ja. Dat we een partijtje tyfus hard aan het beuken zijn. Weer een Titan assist hier al. Oké, ik moet wel even op mijn shield letten. Shield. Wordt hier gezegd dat Duke Nukem ook een jetpack had. Wat is dit nou? Is dat zo? Duke Nukem? Duke Nukem. Himself? The man himself? Ja hoor, hè? In de game. Wat is dat nou? Ik zat helemaal niet... Oké, zat nou je ben op een Titan? Hier. Gaan we switchen? Hier. We zijn wat live. Is er gebeurd? Wat gebeurt er hier met dit... Ja, de video is niet met beter. Met dit zwarte, stilstaande beeld.
De match is afgelopen. Ah. Nu gaan we naar de volgende mode. Hoeveel points hebben we? Deze is wat een grote jetser dit. Ik zie niet eens meer iets wat er gebeurt hier. Hoezo 1 point? 1, zie je dat? Militia. We zijn een militia. Ja, nee, maar niet gewoon... 1 flag capture. Oh, je bedoelt... Maar dat kunnen we niet zien. Dat is ook een ding, zodra je match is afgelopen. Partij? Hoe bedoel je? De IMC of de militia? De militia die heeft naar mijn idee de coolste titans. Die hebben die beetje wit-blauwe... dingen. Weet je, ik vind het wel grappig. Ook de Gamescom en de dingen zagen we die eerste beelden. Jesus, wat slecht zijn wij. Ja. Pilotkill 7-2 en Death 15. Nou, dat is niet super heel goed. Anyways. Gamescom. Ja, oh, ja, zagen we die Titans super groot staan. Ja. Een soort van real size. Ja, joh. Maar ze hebben zo'n R2-D2. Dus ik dacht voor de allereerste keer dat ik nog niet zag dat die game was aangekondigd, dacht ik dat ik... Level 25. Dacht ik dat we... dat het een Star Wars ding was. Want die Atlas die heeft dat ronde kopje met die... Oh, is dit fucking R2-D2? Ja. Of gewoon zo'n robot. Brother. Ja. R2-D2 dus dat was wel heel grappig. Precies. Alrighty, geen jongens. Challenge is gedaan. Dat vind ik wel. Daarom ging Jelle net dood. Waarom? Je moet opletten dat er niemand... Oh, dat er iemand op je rug zit. Ja. Dat is het inderdaad. Je hebt gelijk. Dat is echt het ding. Er gebeurt zoveel tegelijk in die game. Daarom had ik die ene shit moeten hebben van dat wolkje. Maar, assorted rare burn cards hebben we nu. Niet. Rare. Assorted. Dit rare. Is die Pokémon shit. Ik voel het. Laat kijken wat het is. Kijk wat het is. Is dit rare? Is deze rare? Aural Implant. Replace Pilot Tactical Ability. Active Raider Pulse. Deze is nieuw. Spider-Sense. Spider-Man ben je dan. Gruwelijk. Audible warning when enemy players are nearby. Die moeten we hebben. Ja? Ja, zeker. Okay, en jij moet even een andere burn card voor die andere pakken, want dit is alleen voor mijn SMG en jij bent de carbine guy. Prosthetic legs. Prosthetic leg klinkt goed. Ik heb altijd al prosthetic legs willen hebben. Deze doe ik wel. Want dit is mijn loadout. Geen zon. Jelle, waar blijft mijn t-shirt? Princess Love 1986. Princess Love. Betekent dat je een vrouw bent? Want dan ga ik er heel hard aan werken. Of hou je van prinsessen? Check mijn armen hier. Die zijn moeilijk. Nou, wat is dit? Wat is dat? Kakarmen. En ik ben wel echt net zo wit als jij zo'n beetje. Thaise armen zijn dat. Nee, maar kijk nou, dit is weird. Dat is heel gek. Ja. Anyways, wat was het nou? Shirt. Ja, welk shirt? Laat me weten welk shirt. Ja. Kijk, zie je? Hier, hij is R2-D2. Er zit R2-D2 bovenin. Ja, maar je hebt ook R2-D2 met deze colorway, toch? Het is ook niet... Ja, daarom. Ik vond het pretty Star Wars aan het begin. Kijk, dit is dat loading screen waar we het net over hadden, voordat die map begon. Het ziet er wel sick uit. Nou, ik ga eens eventjes zeggen, joh. Ben ik een guest of ben ik Gamekicks? Ik ben gewoon Gamekicks. Ja, tuurlijk. Oké, vet. Boris, Jelle en Steven spelen Titanfall in de Elder Scrolls Online. Je zit er niet bij. Nee, ja. Maar zal ik dat even gewoon vervangen? Ja. Maar dan moet je het zo meteen weer vervangen. Toch? Daar zet ik zo achter. Zo. Kijk nou. Done. 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 Scratch your back. Dat is cool. Scratch my back. But die load times die vind ik wel een beetje. Maar het is gewoon omdat pittig. Je zit al een tijdje te wachten. Ja. Maar dat wordt van verwacht. Dat je kijk, dan er zit, ik gebruik zelf de Titan, zegt Olegna. Ik zet ze op auto-attack en ga zelf door het level rondjumpen. Inderdaad, een andere tijd is uitschakelen. Dat is inderdaad super cool om te doen. Ja. Ik vind het zelf namelijk ook het tofst om uit de Titan. Kijk, hardpoint domination. Yes. Dat vind ik leuk. Ja, dat is tof. Hoewel ik er nog steeds niet heel goed in ben hoor. Maar ik vind het wel leuk wel om hard. Te doen. Je gaat wel hard on the point, motherfucker. Er komen allemaal guys aan. Where's my game, nigga? I go hard on the motherfucking pain. Ja, first strike! Booyah! Double kill, Viper Creed, fuck you, haha. Zet. Links. Ze zijn er wel aan het capturen. Lekker hoor, jammer. Ooh. Jammer. Burn card cancel. Jammer. Kijk. Here we go. Daar is die. Jawel. De enige echte. Jawel, maak plaats. We gaan switchen. Maak plaats, make away. Je hebt ook. Ik wil tussen jullie inzetten. Oh, jezus hè. Wow, wat heb jij een grote laptop. Ja, jezus. Ik kon bijna het scherm net niet zien. Een hele grote laptop. Wil jij hem? Oh, of niet? Het lijkt bijna op de Bioshock Big Daddy, zegt Manon. En het is inderdaad een beetje zo. Wat, wie die laptop van je? Nee, gewoon die, ja. Nee, die Titans. Die Titans en shit. Oh ja? R2-D2 en Bioshock. R2-D2 en Big Daddy. Hoe speelt hij ten opzichte van die demo? Ja, veel zeker nog. Ja, maar op een gegeven moment ben je klaar met die twee leveltjes en dat die bots zo dom zijn. Maar nu, omdat je zoveel meer levels hebt en dus ook tactieken en wat dan ook, zijn die bots gewoon een beetje... Bam, jij bent dood en ik ga verder. Het gaat echt om het jacht op die pilots. Bizar. En dus ze hebben best wel... Ja, weet je, waarom ze dan voor twee hebben gekozen, weet ik niet. Maar kijk, zie je het? Ze zitten daar gewoon een beetje kut te doen. Ja, maar dat zijn dus die grunts en die specters. Ja, dat is niet erg, toch?
Want dan, je ziet aan de movement dat het andere guys zijn. Precies. En ze, oei, die schiet gewoon om het hoekje, dat kan niet. Ik heb toch wel een beetje moeite met de impact van die wapens, man. Nee, joh. Van, ja, van de Titans of van Pilots? Nee, van allebei. Van de Pilots. Wow, wat gebeurt hier? Zware lag, zeggen er wel wat mensen. Oh. Dat is inderdaad, dat is wederom Twitch. Dat is niet wat wij doen. Nee. Dat is Twitch, omdat... kijk, dit is wel vet dropships. Oh, kijk, er staat alles. Een Titan van de tegenstander. Je bent wel... Standen. Ja. Je bent nog niet aan het flowen, zie ik. Titan ready. Drop hier die Titan, dan is die guy dood. Ik wil die Titan killen. Ja, Doom Titan is dat nu. Ja, Titan kill assist. Oh, jongen, je was het niet zelf. Hij ligt richt je lamp op jou en je hebt hem ontsnapt. Jezus, het ziet er best wel tof uit. Ja. Het ziet er cool uit, toch? Heel af en toe zit er alleen een beetje lag in. En over dus die lag gesproken, dat is gewoon omdat die game zo extreem druk is... Ja. Ja. Dat Twitch dat gewoon niet lekker kan vertalen naar het internet. En daarom lagt die. Oh ja, joh? Ja, nee. Toch? Dat is toch altijd zo? Jezus. Nee. Dus als wij drukken, kijk hoe het eruit ziet. Ja, het ziet er niet uit. Als een fucking Nintendo 64 game. Nee, en dat komt gewoon omdat die shit ook, zo druk is. Daar ziet het er ook uit. Ja, maar ja, dit is het hele beeld wat hij natuurlijk gaat compressen dan. Ja. Kijk, Titan. Dus dat is gewoon wat het is. Kijk, Nisira zegt hoi Boris. Kijk, hoi Nisira. Nisira. Jee. En ze is even gestopt met haar eigen stream. Dat is toch grappig. Om dit te kijken. Vette kills en vergeten capture. Nisira die ging ook Titanfall spelen, toch? Iedereen speelt Titanfall. Iedereen. Ja, F-Bone zegt ook van jullie kunnen wat leren van Nisira. Speel je ook Titanfall? Nou, over 5 minuten misschien als jij klaar bent. Precies. Nisira bakte er wel meer van dan deze boy, zegt Woody. Dat geloof ik echt heel graag. Nee, man. Niet. We hebben toch een paar Call of Duty chicks op kantoor zitten, hè? Ja. Ja. Ja, die is ook heel goed. Shelly is heel goed hierin. Ja? Omdat ze die Call of Duty flow heeft. Ja. Kan Shelly niet even komen spelen? We kunnen Shelly wel even laten spelen zo meteen. Precies, ja. Als Shelly is mij altijd belachelijk aanmaken. Nee. Omdat je omdat wij echt slecht zijn. Kijk, hier schiet je gewoon 3 keer mis. Kijk, dat is ook een, hoe heet het, hè? Hij is gelokt. En, oh ja, je gaat nu een ogre frontal assaulten. Dat is echt een dom idee. Maar het lukt je toch een beetje. Haha. Oei. Okay. Ja, lekker. Springen, springen! Springen! Dom. Je ziet het niet op tijd. Nee. Laat mij maar even. De zulk. Je lag komt door League of Legends, wordt gezegd. Omdat er natuurlijk gewoon heel veel wordt geleaked of Legends op dit moment. Is dat zo? Gebeurt dat? Waarom is dat ook weer? Leg dat ons eens uit. Omdat het ESL is. Nou, ik weet niet of volgens mij is het niet ESL. Nee, iets anders. EEM staat er. EEM. Challenge completed. IEM-toernooi. Ja. Al heeft dat niet heel veel te maken met... Heb je nog een ander wapen, of niet? Ja, dan moet je met je 4-punts drukpoets toets naar rechts. Dan krijg je Titan Weapon. Dit is niet zo'n Titan ook, hey, Weapon, wel. Nee, dit is... En Sven de Man zegt, wanneer komt er een shirt met Boris en kop erop? Nooit. Nee? Oh, naar links. Ik zou hem wel kijk, dragen. Dat is je Titan Weapon. Dat is een auto-Titan. Wat zit hij dan te doen, hè, op dit moment? Ja, hij is gevallen. Oh ja, die shit. Ah, oh, hij was aan het wachten tot zijn master er was. Dat is zonde. Ja, je wordt gewoon even eraf getrapt. Door wie? Ja, door een of andere Spectre misschien zelfs wel. Fucking Spectres. Je Titan is alweer ready. En Sandro Sira ook, die heeft gewoon die naam gejat. Syria, die zegt binnen 2 dagen is je level 40. En heeft hij goed gespeeld. 2 dagen. En de ESO is fucked up, staat er. Wat is de ESO? Ja, dat zal wel dat toernooi zijn. Oh. En komt Titanfall nog uit voor andere platformen op een later tijdstip? Jazeker. PC en Xbox 360. Ja, maar de PC die... Oh nee, die is trouwens ook al uit. En de Xbox 360 ook. Dus nee, hier blijft het bij... Ja. Osiris. Ik vind hem wel echt veel mooier dan die demo. Het klinkt heel stom, maar die demo is gewoon mooier. Ja. En hij heeft minder screen. Hij heeft af en toe dus, dat je juddert die gewoon een beetje. Maar op een gegeven moment is het gewoon nog wat toffer geworden. Dat vond ik dus ook. Kijk, hij trapt je gewoon vanaf. De beta had geloof ik maar 2 maps, toch? Of 3. Jelle, die drinkt ook wel koud pils. Zeker weten. Koud pils. En Goldmark zegt, Nisira in einde van de week vrijdag. Nice. Dan staat hij. Dat betekent dat hij online staat, of niet? Ja. Dat is cool. Ja, cool, eindelijk. Maar misschien moeten we inderdaad zometeen Shelly erbij halen. Want die, die Shelly kan wel een beetje kont schoppen met deze game. Wat staat hier in de auto? Dat vind ik wel stom, hoor, dat dat dan niet stuk kan. Ja, dat had ik ook inderdaad. Als je op gasflessen schiet of auto's, dat de omgeving niet...
niet ontploft. Je bent gewoon, je kogels aan het brassen. Ik ben gewoon even aan het kijken hoe het werkt, man. Ja, oké. Okay. Checkpoint Charlie. Ja. Feed it. Oh, yeah, evacuate. Nu moet je evacuate. Nu moet je kijken waar de vliegtuig eraan komt. Kijk! Oh, yeah. Shelly. Ga ik switchen met Shelly? Ga ik het doen? Ja. Cool. Vet. Yay. Ik moet eruit. Hartse tas. Shelly, hoe goed... Oh, heb je wel audio? Je moet even audio omdoen. Nee, moet je even omdoen. Oh, wacht. Die wordt even gewisseld. Jij hebt natuurlijk ook geen audio. Jawel, ik heb net... Jij hebt gewoon audio om. Wat? Jongens, prepare for Shelly, want ze schopt kont en iets zo'n beetje. Ja. Dat is misschien ook wel tof voor ons. Dan gaan wij gewoon zitten kijken naar hoe vreed er op ons account gegamed wordt. Ja. Dat we elke week andere chicks uitnodigen om bij ons op onze account. Wat is dit? Dat is gewoon een working bee. Een working bee. Ja, die hoef je niet dood te schieten. Dat zijn eigenlijk gewoon, dat zijn de hollow shells. Waar is die fucking dropship? Ik heb geen eens... Oh, je bent weg bij de dropship. Oh, hier echt super ver. In 7, hij gaat 6, 5, 4, 3, 2, 81 meter ga je niet redden. Oh, doei. Ja. Dropship. Ja, kijk, daar gaat hij. Ook nog. Oh, ook nog gerust. Viper okay. Creed. Ik ben er klaar voor. Als Shelly er klaar voor is. Klaar mee of klaar voor? Klaar kijk, mee. Toch vierde. Vierde van, ja, van de 10 zes. Kills. Ja. Kijk eens, alsjeblieft, Shelly. Ik sta nu wel onder druk, dus ik weet niet of het zo goed gaat. Ja, jawel. Oh, kijk, dat ze gaan lijken. Dat is alvast de smooth. Jongens, dit is Shelly. Shelly, dit is jongens. Dit is jongens. Precies. Yay. Even kijken, gaan we nog prijzen weggeven vandaag? Hoezo, geven we wel eens prijs weg live? Nee, in einde van week vrijdag. Ja, nou dan gaat het zeker gebeuren. Heb jij al gespeeld met deze game? Ja, ik heb vandaag aardig geleveld voor jullie. Je bent een beetje zenuwachtig, hè? Ja, een beetje ik wel. Zie het dan, hoe kan dat? Ja, omdat die camera dan... Shelly! Ja! Ze is gewoon zenuwachtig. Moet je vooral dat zeggen? Ik kijk uit, ze is helaas maar. Dat doe ik van mezelf al. Nee, echt niet. Je bent, maar nu is het wel erger. Je bent hier alleen maar, zit je al die gasten de ownen de hele dag. Precies. Zit je een kont te schoppen in Call of Duty. Maar nu moet ik het goed doen, dan geef ik druk. Nou, het hoeft niet. Die druk leg je bent nog steeds beter dan ons natuurlijk. Dus dan, dan lukt het sowieso. Ik ga in het geval dat je iets goed moet doen hier. Het is Game Kings stream. Live Kings. Kijk, en al Mokra zegt Shelly is echt lekker. Oh. Het gaat nu al beginnen. Bedankt. Nou, Shelly, kijk eens hier. Je dag kan niet meer stuk. En al Mokra vind je lekker. Test stream delay. Wacht maar tot ze je voor je ass schiet. Want en het beeld mag iets scherper nu, zegt Koekwijk. Maar jullie zijn net wel eerste geworden, zie ik. Dus dat is best wel goed. Ja, dat was... Nou, dit level 6. Nee, maar het is denk ik meer het level inderdaad dat we hebben of zo. Want we waren niet super cool. Hey, maar wat is jouw favoriete Titan outfit? Nee, niet drie aanpassen, dat is die van mij. Oh, sorry. Nee, ik vind gewoon, ik denk dat ik deze wel chill vind. Een soort van shotgun. Oké. Hey, maar je speelt serieus veel Call of Duty, toch? Ja, klopt. Hey, en zie je iets van die... Vind je dat deze game dat Call of Duty gevoel heeft? Nou, niet echt. Want je bent meer bezig met springen en die tijd is natuurlijk. Ja. En Call of Duty is meer echt gewoon... Eén level in de map zelf en rondje rennen, gewoon rushen. Ja. Maar voel je dat niet hier een beetje in? Want het feit dat jij inderdaad oont, dat wil al zeggen dat het toch wel iets heeft van Call of Duty. Nou ja, dat is gewoon als je veel shooters speelt, dan krijg je dat vanzelf wel een beetje. Okay. Maar ik, vind, ik speel alleen maar eigenlijk Battlefield veel. En wat me gewoon opvult is gewoon niet die recoil, niet die impact van die bullets. Ja, je merkt het sci-fi, niet echt verschil bij wapens, vind ik zelf. En je kan het ook niet heel erg customizen. Nee, dat klopt ook wel. Nee, er zit minder in dan inderdaad een... Of in ieder geval minder wapens dan in Call of Duty. Ik heb überhaupt geen perks en zo gezien. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Nee, je hebt de burn cards, zeg maar. En je hebt wel wat. Je hebt cheers, volgens mij. En je kan wel wat als je bijvoorbeeld nummertje 2 kiest. Kies je dan altijd een meisje als je speelt? Nee, ja. Op Call of Duty heb ik wel toevallig een meisje. Nee. Maakt me niet heel veel uit of zo. Nu gaat het gebeuren. God. Hey Boris, JD8 zegt Jelle coole pet. Coole pet? Jij vindt het een Mario pet, hè? Dat is echt een Mario pet. Jij vindt het een Mario pet. En wat, als ik hem andersom doe, heb ik natuurlijk geen Mario pet. Dan heb ik gewoon een... Woep. Nu is het gewoon een rode pet op de helft achter. Dan doe ik hem deze eventjes. Dus iedereen is Faxen zegt top dat Jelle terug is. Nou, daar ben ik blij mee om dat te horen. Terug naar Thailand. Ik sprak net nog iemand die naar Thailand is geweest. Naar Thailand is geweest? Ja. Wie dan? Net ook. Marienke van Boomerang. Oké, okay. op hetzelfde tijdstip als dat ik weg was. Nou, ik denk dat ze net iets eerder was. Ah, oké, okay. Nice. Waar was zij heen geweest? Naar Aonang en naar... Je moet niet gelijk dood gaan. Nee, niet gelijk dood. Mercer 13 zegt over een paar jaar heet het programma Game Queens. Ja, dat zou toch vet zijn. Dat zou toch zijn. Ik word gewoon weer gebeld. Ik ga het even dat mag niet. Vast kan ik wel.
Vasco, onze website. Vasco, je bent live in de livestream. Dat kan allemaal niet. Ik moet mijn telefoon uit hebben. Check even twitch.tv GameKings en stel je vragen via de chat. Ja, precies. Deze game heeft qua visuals iets van kot, zegt Ryzenel, maar dan ben ik het niet. Ja, dat is goed. Dat doe ik. Ik vind het een stuk mooier namelijk. En het is juist heel erg EA. Ik vind het meer Battlefield. Is dit een Frostbite engine? Moet wel, toch? Nee, dit is niet een Frostbite. Ben je gek? Nee? Nee, dat moet wel, toch? Nee, dat zegt DICE. Dit is, ik wil zo'n kaart. Maar die game is toch van EA? Ja, maar het is niet een... Nee, je hebt gelijk. Maar ik vond het juist een guy zegt, G-Day volgens mij. Die zegt van dat hij het op Cold vindt lijken, maar dat vind ik helemaal niet. Ik vind het eerder op Battlefield lijken qua scherpheid. Nee, en qua... helemaal niet. Ik vind het gewoon op beide niet lijken. Oh. Nee, dat vind ik ook. Nou oké, dan loop ik gewoon uit mijn nek door. Kijk, dan wordt hij een tijdje afgeslagen. Ah, ik wist het niet, er was. Heisen. Hey, welke... wat is je... Kill death ratio, hoe goed ben je in Call of Duty? Ja, het valt nog wel. Het is volgens mij iets van 1.12 of zo. Ja, oké. Okay. Het was heel, heel lang lager, maar ik doe nu een soort van meer mijn best altijd. Eerst interesseerde het me niet zo heel veel. Dus. Oké, okay, en hoeveel speel je? Ja, nu niet zo heel veel. Omdat je stage aan het lopen bent en je helemaal kapot aan het werken bent. Ja. Het is de aangepaste Source Engine, hoor ik net. Oh, dat is een bizarre bekantenetje. Maar in het weekend heb ik sowieso Clan Wars, dus dan meestal speel ik wel een paar uur per dag. Oké. Okay. Jezus Christus, je hebt gewoon tijd voor die shit. Dat is wel tof. Headshots, alles. Oei. Maar nu krijg ik een Titan. Oh, ik heb er al één. Ja, precies. Er werd net gevraagd door iemand of het levels meer aanvoelen als chill voor pilots of chill voor titans. En ik vind het in principe net iets chiller voor pilots, omdat het gewoon iets spannender is dan. Want met die titans kan je alleen maar overal tussendoor lopen. Ja, en je zit soms ook vast, want dan kom je voor een deurtje of zo en dan kan je er gewoon niet doorheen. Ja, daarom. En dat, dus, maar ja, daar moet je ook logisch ook, want het is een groot ding. Dus ze kunnen niet alles soort van toegankelijk maken voor die shit. Maar... Ik blijf de bots toch een beetje... Nou, dit is geen bot. Die loopt gewoon lekker te springen. Dus Wat gebeurt er? Ja, maar vind je dat hinderlijk? Want op een gegeven moment namelijk, als je dus in dat freerunnen bezig bent en je killt die bots onderweg, dan voelt dat heel goed. Ja? Omdat ze dan, ja, het is juist lekker dat je een paar domme guys ook lekker kan schieten. Zeg maar. Nou, nee, laat ik zo zeggen, ik vind niet echt dat bots zijn, maar ik vind echt dat je weet dat het bots zijn. Ja, je ziet het heel goed. Je ziet het echt super goed, want ze doen inderdaad heel weinig. Ja, maar ze zijn echt heel erg slecht. Ik ben inderdaad Ash van Pokémon nu. Met deze pet. Ja? Ja, dat hoor ik net en dat voelt wel. Nou, nu is die pet helemaal kapot, doe hem nou maar weg. Wat zeg je nou? Nou, als je hem voorover doet, ben je Mario. Mario, en nu ben ik Ash Ketchum. Ja. Ja, godsamme. Even kijken hoor. Een hevig aangepaste Source Engine, ja. Oké, nu hebben we het over Titanfall. De games zijn we lekker aan het spelen. Ja. Maar nu moeten we het hebben over het volgende topic. Wat is de volgende topic? Nou, ik vind het altijd leuk als er naast, tijdens dat we toch aan het live gamen zijn, dat het gaat over iets anders. Weet je waarom het te laat was met hier? Nou? Omdat we namelijk waren naar de Mediamarkt. Wat was jij aan het halen dan? PlayStation 4's. Ja, 4's. Verkopen Multiple PlayStation ones. 4's weer? Ze hadden er 6. Oh. En het grappige was, we hadden gebeld en ze zeiden, we hebben ze alle 6 nog. Toen waren we er 10 minuten later. Toen waren we met z'n 4 gaan, omdat ze iedereen waar erin hebben. En toen kwam er een guy aanlopen met 3 PlayStations in zijn armen. En toen... Dat waren de laatste overgebleven. Nee, er waren er nog 3. Dus we hadden die 3 gepakt, maar we waren met z'n 4. En toen stond die guy beneden bij de security. En die was echt zo van, die had security, sorry, 1 per persoon. Ja. En toen hadden wij zoiets van, tadaa, geef maar hier. Ja, jeez, wat vet. Ja, dus en die heb je er wel gewoon 4. Toen hadden we er al 4 inderdaad. Oh, wat vet. Ja. En dus nu zijn er net 4 PlayStation gekocht. Ja, er zijn zojuist 4 PlayStation 4's gekocht. Ja. Bizar. Wat een geld is er dan doorheen gejaagd. 2000 Pieterman. Ja. Even naar de Mediamarkt gebracht. Ja, iets minder volgens mij. Oh. Ja, dat is wel flink. 1600 euro was het. Ja. Ah, dat is wel een korting dan, toch? Nee, ja, is maar 400. Ah, is 400, ja, met een normale package vooral. Het is inderdaad leuker om naar te kijken dan dat wij het spelen eigenlijk. Ja, ik vind het best wel leuk om Shelly te zien spelen. Vind je het ook leuk om Shelly te zien spelen? Ja, dat zijn we benieuwd naar. Ja. Ah, MD Koe zegt, Jelle, de muts staat Dennis beter. Nou, dat was niemand met je eens, MD Koe, dus nee. Ik heb die muts. Ja, inderdaad. Is Dominique jarig vandaag? Hoe de fuck weet Vaap 98 dat? Dat niet. Staat... Is Dominique jarig? Inderdaad, het geval. Dat staat al dat op de website. Niet. Staat dat op de website? GameKings Extra staat online. Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat inderdaad toch gezegd. Ja, dat klopt.
Ga ik hem even feliciteren. Kijk, land op hem, land op hem. Ja, dat gaat toch niet? Oh, oh. Jawel, dat kan dus. En dat is super cool. Oh ja, dat kan je op hem klimmen. Ik ga het proberen. Ja. Hoe doe ik dat? Dat kan inderdaad. Dat kan ook, ja, als er een tijd ervoor loopt te hengelen, dan misschien niet. Maar... Ik vind dat hangen, dat vind ik een beetje raar. Ik vind ook wel dat die potjes een beetje lang duren eigenlijk. Ja. Dat vind bij ik juist Call of Duty gaat het allemaal sneller. Ja, veel sneller. Ja, maar dan ben je ook maar één ding aan het doen. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, maar daarom, ik vind die vertical shit zo cool, jongen. Dat je lekker kan springen. Ja, dat is ook wel echt tof eraan, hoor. Ik moet zeggen dat Shelly dat niet echt aan het doen is. Maar Nee, dat vind ik juist niet tof. En dat komt ook omdat ik dat nooit doe. Precies. En ik ben het nog gewend vanuit Unreal vroeger. Dus. Ja. MJW vraagt of Shelly een stagiair is. Ja. Ja, Shelly. Shelly loopt stage. Vind je dat leuk, Shelly? Ja, ah, vind ik heel leuk. Ja? Wat vind je het leukste van stage lopen bij Blommel? Dat ze nu tijd ervan mag spelen. Dat ik tijd ervan mag spelen, inderdaad. Dat ik kan gamen, zo nu en dan. Ja, nee, dat is eigenlijk een... Het is wel gezellig altijd. En dat maakt het wel leuk. Ja, en wat ben je aan het doen de hele dag? Editen. Oké, en wat edit je dan? Ja, items. Wat is het laatste item dat je hebt geëdit? Einde van de week. Oh, dat is met nu online? Met Steven en Marcella, die staat nu online. Dus, Oké, dat heb jij gemonteerd? Ja. Klopt. Jezus, jongens. Mag ik even een applausje? Even een virtueel applaus. Klap, 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 klap in de chat. Ja. Ja, er wordt zometeen wel... Welke opleiding doe je, vraagt FR12. Ik doe media management in Rotterdam. Aan? Aan het Graaf Lyceum. Ja. Sven de Mens zegt, Shelly is prima en ze kikt ook aardig ass. Ja. Ass kicken, kan ze en wel. Ze heeft een Scaffa stem. Scaffa stem. Ik weet niet betekent wat betekent eigenlijk stoned volgens mij. Maar ik kreeg wel voor de rest meer complimenten over je stem. Je hebt wel een goede stem. Je hebt een... Maar Scaffa vraagt inderdaad koekwee ook. Koekwee. Ik heb ook al de hele tijd een Titan, zie ik. Maar ik zet hem gewoon niet in. Ik heb dat ook vaak. Maar ik vind Pupilot ook leuker dan Titan. Kijk, dat is jouw Titan. Maar ze zijn ook helemaal niet zo sterk of zo. Nee, nou, ze zijn wel sterk. Ze gaan snel dood of zo. Ik heb dat ook inderdaad. Ik vind het leuker om te piloten. Maar anders, namelijk, ik heb wel eens een vroege demo gespeeld van deze game op de Gamescom. Dat heb ik ook al verteld vaak, hoor, dit verhaal. Maar daar waren die Titans namelijk veel te sterk. Dus dan was het op een gegeven moment aan het begin van het potje, liep iedereen gewoon rond als pilot. En daarna wachtte iedereen gewoon op zijn Titan en dat was het dan ook. Ja. En dat was gewoon zonde eigenlijk. Maar vind je, want dat gevoel had ik ook een beetje, dat daardoor... Doordat dat niet werkt, hebben ze dit gemaakt. Wat? Dit? Gewoon met... Nou, laat ik zo zeggen, het is een mech-game. En omdat mechs te sterk waren, hebben ze de mechs zwakker gemaakt. Ja. En dat voelt een beetje raar. Nee, want eerst vond ik het zo, net zoals in Battlefield. Op een gegeven moment in Battlefield, eigenlijk, dat draait niet heel erg om man-to-man. Het is juist heel erg, weet je, die guy in die helikopter waar je voor je moet uitkijken. Nee, man, helemaal niet. Jawel, man, dat vind ik wel. En dat heeft dit ook. Weet je, in het begin had het heel erg van, oké, je moet uitkijken voor die Titans. Maar nu kan je lekker huishouden in die Titans. Maar het voelt daardoor wel inderdaad een klein beetje alsof die Titans een beetje zwak zijn, ja. Ja, en je bent bots aan het knallen. Dat vind ik het. Stop maar eraan, weet je. Level 27. Ja. Dex NL vraagt, wat is de algemene mening over de Elder Scrolls Online bij Blammo? Dat gaan we zo meteen zien, want dan komt Steven hier en dan gaan we die game spelen. Ja. Dus dat is super cool. Dat is echt super cool. Jelle, het item van de vismarkt in Japan was briljant. GD8, zeg maar. Het was inderdaad een van mijn leukste items ooit. Wat was het dan? Dat was het item waar we eigenlijk naar de vismarkt gingen, maar het was zo druk in de metro dat we er niet kwamen. Oh, dan moest je Melle heel hysterisch hard lachen. Ja, ik en Melle. Ik heb Melle nog nooit zo zien lachen. Oh shit, we hebben gewoon verloren. Hoe kan dat nou? Maar je bent wel in het headshotten. Je moet nu evacueren ergens. Oh shit, wacht. Kijk, daar. Daar is de dropship. 36 seconden, 75 meter. En er staan altijd mensen te jagen daar. Dus je moet kloken met de rechter shoulder button. Kan ik dat? Ja, als het goed is, kan je kloken. Of heb je een andere... Volgens mij heb ik iets anders ingesteld. Nou, dan kan je super hard rennen, wat ook heel chill is, om naar de dropship te komen. Ik weet niet hoe kom ik daarboven? Je kan de double jump, hè? Ja, acceptatie. Oh, bijna. Je kan een dubbel. Zo dan. Nu moet je hier wel heel erg gaan uitkijken, want je zit in de line of fire extreme. Precies, acceptatie. Oh. Die hoorden we, ja? Oh. Geschoten, jongen. Arriving in 4. Nee, die hoort ook bij jou. Kijk, ga erin. Klim erin. Yes. Woehoe! Get to the chopper! Oh, gewoon overleefd. Wow. Oh, je kan nog schieten. Dat was super cool. Nou, dat is leuk. Mag Shelly een keer Call of Duty Ghost streamen, wordt er gevraagd. Ja hoor. Wil je dat een keer doen, Shelly? Nou, dat wil ik best wel een keer doen, hè. Ja? Ja. Vet. Zit er ook een aarschoeier in deze game? Is dat je favoriete Call of Duty eigenlijk? Is dat wat je had? Nee.
zijn wel even Warfare 2 was eigenlijk mijn liefde. We zijn de eerste, ja. Ja. Ik ben ook nog nooit eerst geworden in dit game. Dus wauw. Misschien moet je nog een keertje. Ja. Lekker, gaan wij lekker zitten en praten en bier drinken. En ga je de game spelen. Tof. Maar zit er een anusgroeier in deze game? Nee, geen anusgroeier. Nee. Helaas. Ik ben niet tegen. Ben jij een beetje kundig met de anusgroeier, Shelly? Die was geplied. Dat is Battlefield, hè? Ja, sorry, dat speel ik niet. Grappig, hè? Dat is altijd of Battlefield of Call of Duty. Ja. Je hebt gewoon geen tijd voor beide. Dat is ook los om beide. Nee, maar Battlefield is ook gewoon niet zo mijn ding, als ik eerlijk ben. Hoezo? Waar zit hem dat in? Is te groot. Het is te groot en ja, die maps zijn gewoon echt te groot. Ik heb een paar keer gespeeld en ik raakte gewoon verdwaald. En ik wil gewoon een klein rondje rennen, veel kills maken. En het dan, kan wel in Battlefield. Je hebt wel, hoe heet het, wat zeg ik, modes waarin dat zo is. Maar het is inderdaad Battlefield en denk je gewoon aan die grote werelden en die shit. Ja. Ik vind het toch wel tof. Ja, en ik heb het toen volgens mij op de PC gespeeld en ik speel nooit op PC, dus dat okay. Heb je een PlayStation 4? Ja. Oké. Okay. Mag ik even kijken bij de Pilot Loadout, want dat vind ik altijd het leukste, gewoon om te kijken wat er nieuw is. Wat we net hebben vrijgespeeld en dat soort of shit. Primary Weapons. Kijk, in mijn ding is het gewoon, ah, we hebben deze eindelijk. Ja. Dat is vet. Sidearms, nieuwe sidearms, de Wingman. Het is gewoon vrijgespeeld allemaal. Dat ziet er goed uit. Ja. Welke Pilot had je net? Vier volgens mij. Vier, dat is die van David. Ja, wel met de carbine. Dat is cool, die is inderdaad ook goed. Dat je wel even kan doen, is een andere nieuwe side aan. Handgun gebruik je toch nooit. Nee, dat is, in deze game inderdaad heel weinig. Je hebt, dat maakt me even chat. Ah, dat is nice. Dat is Jezus, nice. Wat is, hoe had je dat zich groter om? Fuck. Nou ja, dat weet ik niet. Mijn hoofd komt er amper bovenuit, heb ik het gevoel. Oh, starting in. Het doet nog even 70 seconden ineens. En welke Titan had je dan? Volgens mij ook vier gewoon. Ik klikte gewoon helemaal op vier. Die vind ik namelijk. JD8 Wie was die gast die vorige week bij de livestream was? Wie was dat? Ik weet het niet, want toen Koos. Was ik op vakantie. Ja, Koos. Was Koos? Zat hij erbij? Koos zat Koosje. Erbij. Ja, ik was er namelijk ook niet. Koos en Dennis. Dat waren eigenlijk vroeger waren dat natuurlijk. Jesus Christ, gasten worden gek voor over je Shelly. Ja? Haha, mooi om te merken dat mannen ook erkennen dat Shelly het beter doet. Jesus. Ja, dat doen we ook. Close Quarters is jouw mode dan, Shelly. Tegenwoordig. Wie heeft Close Quarters? Is dat zo? Dat zit niet in Call of Duty. Oh, maar dan is het een Battlefield mode natuurlijk. Oh, dan bedoelt hij dat dat dan wat voor mij is. Ja. Nou, dat zou best dat kunnen. Misschien moet ik het gewoon een keer doen. Game koningin. Die burn cards burnen. Spider Sense, toch een vette burn card. Handgun is goed voor tijdskillen als je ze rodeo't. Dat is natuurlijk waar. Want dan heb je alleen maar je handgun. Ja, ja. Oh, ja, precies. Dat heet rodeo'en. Dat wat heet tof. Dus gewoon rodeo. Maar volgens mij heb je ook wel eens. Ik heb die SMG en die pakt hij dan wel. Oh ja? Oh, ja, maar okay, ik moet wel zeggen dat lang duurt. Zeg maar, ik vind het toffer om te hijacken of wat dan ook. Koekwee vraagt, kan die andere chick van stage ook goed gamen? Is dat zo, Ilona? Ilonka. Ilonka, sorry. Ja, volgens mij wel. Ja? Veel voor Borderlands. Ja, die speelt meer RPG's inderdaad. Ja? Jezus, die komt ook een keer livestreamen hoor. Ja. Ja, precies. Misschien wel volgende week. Elder Scrolls doen we gewoon een all-female. En dan gaan wij er gewoon tussen zitten en chips eten. All-female livestream. Ja. Dan gaan wij zitten kijken. Gaan wij hier zitten kijken. Gaan wij gewoon ook de livestream kijken. Dat is wel heel cool. Misschien kan Isira langskomen. Ja. Een paar onesies meenemen. Gewoon met z'n drieën. Heb je al een onesie? Ja, hoppa. Kijk, natuurlijk. Elke gamer heeft stiekem eigenlijk een onesie natuurlijk. Ja, maar dat is ook gewoon het gamepak. Ja? Ja? Is dat chill of the game? Fuck. Gewoon allemaal eventjes een paar knuffeloren. Heel even, even schieten hoor. Kijk, die burn card er even in flinken. Oh kut, deze hebben helemaal geen zin op dit moment. Ik heb een andere gun. Wat denken jullie van de 360 versie, vraagt Woody. Gaat die ook het kopen waard worden? Wat denken jullie daarvan? 360 versie? Die is er al dus. Niet. Nee, die komt volgens mij pas over 2 weken uit of zo. Oh ja? Ja. Bizar, ik dacht dat het er al zou zijn. Maar wat, heb je ook een 360? Nee, we hebben er wel in staan, maar ik speelde eigenlijk vrijwel nooit op. Oké. Okay. En jij, Jelle? Ik, als het hetzelfde speelt, weet je, ik ben natuurlijk nog wel een klein beetje gewend aan die... Het gaat grafisch natuurlijk een gigantisch precies, verschil. Precies, maar dit ziet er wel echt heel cool uit, dat is het gewoon. Het klinkt heel stom, maar ik heb heel veel moeite met teruggaan naar, ook naar de PlayStation 3 bijvoorbeeld. En ik, ik doe het wel, want ik heb wel South Park. Ik heb het ook met South Park, maar... Schiet ze dan. Gelukkig kan je nog wel met de PlayStation 4 controller spelen, want daar ben ik echt al te gewend aan eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, die sensitivity mag wel wat hoger van dat ding. Nou ja, ach.
Heb je al een vriendje, Shelly? Vraag van Tastic.nl. Moet je nooit zeggen. Shelly heeft nog geen vriendje. Dan zet iedereen weg. Het gebeurt hier gewoon gek allemaal. Sorry. Kijk, dat was een mooie kill van mezelf. Die ook. Ja, fuck you, bitch! Nu moet jij zo meteen moet jij die shit redden. Ja, dat wordt moeilijk, denk ik. Oh jezus, gaan we dat krijgen? Dat was niemand. Vraag je aan Boris. Ik kan Battlefield 4 en Titanfall op Ultra draaien en COD Ghosts hapert op Low. Waar komt dat door? Ja, omdat het gewoon niet zo geoptimaliseerd Jezus, is. Wat is dit met die controller? Die is op hoor, die controller. Nee man. Hij heeft je net gewoon. Het zit niet zo te zeuren nou man. Laat Shelly gewoon spelen en dan winnen we tenminste. Ja, geef me weer Jelle, want... Samen, kijk. Is dit nou voor een emancipatie hier? Onesie is beter dan een morph suit, zegt Milko PSV. Is dat zo? Ik weet niet wat een morph suit is. Een morph suit bedoelt hij denk ik gewoon. Heet het een morph suit? Die soort van condom, zeg maar. Weet je wel? Ja, morph suit heet dat. Dat je helemaal, dat je ook je gezicht zeg maar bedekt. Ja, maar dat is sowieso gewoon. Dat is zo'n Japanse soort van erotische, rare, weird shit. Nee, dat. Wado vraagt Shelly, wat is je Twitter? Dan volg ik je even. Heb je een Twitter-account? Ja, die heb ik. Dan moet ik even heel goed nadenken. Sterker nog, wat nou als we eventjes soort van hier de game gaan uppen? Heb je deze game al? Ik heb deze game niet. Oh, je hebt die, nee, die, je die hebt game geen niet. Xbox One. Want je moet gewoon. Oh, kijk, daar wordt een turret. Een tijdje gesnijd of door een turret daar. Want er zijn natuurlijk, weet je, het streamen, dat is natuurlijk vreed lucratief voor dingen scoren. Ja. Dat je natuurlijk gewoon eigenlijk moet gaan streamen en dan kan je dingen scoren. Volgens mij loopt de kwaliteit van je stream is wel slecht hoor, Jesus. Ja, zonde is dat eigenlijk. Hè? Ja, Twitch moet echt even wat meer servers erbij zetten. Is dat het? Ja, dat is het. Boom, boom. Ah, je ziet het gewoon teruglopen als dat gebeurt, joh. Dat is zo cool. Hop, daar gaat hij. Bam, Doom Titan plus 200. Ook al ging je dan zo'n schieten. Dan ben je echt fout gewoon. Kan je die turret die daar staat nu? Want dat is weer die turret. Ja, volgens mij moet je er naar boven erop klimmen en dan kan je hem hacken. Ik ga het wel proberen. Jezus, ik vind het echt bijna na hoeveel Shelly-fans er opeens zijn. We doen dit al 14 jaar, godverdomme. Shelly zit er één middag bij en dan ga je heel lappen. Kijk, je bent gewoon aan het capturen met een hacknife. Nou, wat is je Twitter dan, vraagt Walo. Ik zou het eigenlijk niet meer zeggen, die gast veld opdringerig. Jawel, laat maar zitten. Ik weet het niet meer. Shelly laagstreepje X volgens mij. En misschien met twee keer Y. Shelly laagstreepje XXX. En hij heeft ook leuke foto's voor je. Misschien wel van Instagram food pictures. Nee, dat maak ik eigenlijk niet. Nee? Alleen maar als je kill death ratio 4 is. Ja, dan, precies. Dan maak je veel selfies? Ja, af en toe. Maar ik zet ze eigenlijk nooit online. Want het mislukt altijd bij mij. Ik ben niet zo goed in selfies. Oh, ja, dat is echt een skill, hè? Ja. Ik ken chicks die zo goed in selfies zijn, die zitten de hele tijd dezelfde selfies. Dit doet heel weinig inderdaad voor wat een... Wat is dit voor een ik heb deze gun voor je gekozen, maar dit is... Ja, ik vind het niet zo leuk, Jelle, wat je hebt gedaan. Nee, dit werkt geen meter bij die dingen. We springen eruit en op zijn kop. Oh, hij gooide me. Ja, dan moet de rodeo. Nee, maar dit kijk was kut. Wat hij deed. Die gun is dus inderdaad alleen maar cool. Kijk, daar ga je. Bam, je was wel een vrouw. Hey, JD8 vraagt, hoeveel zin hebben jullie in de E3? Mekka veel zin. Ik heb er ook wel veel zin in. Pleuris veel zin. Ja, vertel eens, waar heb je zin in? Ja, ik ben gewoon benieuwd wat voor nieuwe games we krijgen. Vooral voor de PlayStation 4 natuurlijk. Ja. En wat verwacht je dan? Ik hoop Uncharted, maar die komt sowieso, want daar was al een teaser van vrijgegeven. Ja. Maar dat was wel een live-action teaser, hè? En je weet dat als ze live-action doen, dat ze nog lang niet klaar zijn. Ja, maar misschien laten ze nog wat zien. Dat vind ik ook wel leuk. Ik hoop ook heel erg op Beyond Good and Evil 2, want dat is echt... Nou, dat staat daar al wacht heel ik al lang een hele in de ijskast. Maar stopper. Dat is hetzelfde als The Last Guardian. En Rainbow Six dan, is dat je ding? Nee. Nee? Oh, fuck, daar heb ik zelf veel zin in. En Ik hoop dat ze fucking Fallout 4 gaan aankondigen. Ja, dat gaat dat gebeuren. Is ook wel vet zijn. Ik ben er zo moeilijk psyched voor. Dat is ook de enige game die ik wil spelen op dat moment. Ja, trap hem. Hoppa. Hier, wat gebeurt er? Hij klookte. En je killde hem. Ja, en je killde hem toen. Dat was exact. En punten hier, jongens. Ik heb ook wel zin. Weet je wat er voor mij? Die E3 is altijd het begin van de zomer. Ken je dat? Zodra je op de E3 bent geweest, is daar altijd lekker weer. En dan kom je terug en is het hier ook lekker weer. Ja, dat is chill, toch? Ja, dat is heel tof. Behalve dat het daar altijd net wat lekkerder is dan bij ons natuurlijk. Maar...
Ik heb wel eens een tegenovergestelde meegemaakt. Ja? Was het hier heel warm, daar heel koud. Maar goed, dat is zonde. Ja, dat. Dat je 5 minuten niet doodgaan, alles. Afval Chinees, is dat gezond of niet, vraagt iemand. Dat is hartstikke gezond. Wat? Of afval Chinees gezond is? Afval Chinees. Ik denk niet dat het super ongezond is. Tuurlijk is het super ongezond. Nee. Ja, gek. Wat voor mij, het zit heel veel groente in. Er zit heel veel E621 in. Ja, gebruiken ze dat? Ja, alleen maar. Dat is zonde. Ze pleuren die hele shit vol met vetching. Maar ik eet best wel vaak afval Chinees, dus dat is denk ik misschien niet zo best dan. Nee, dat is niet goed voor je. Maar kan je vertellen? Ik kan wel beter dan zelf Chinees met kruiden, dan is het heel gezond. Tot je 35ste heb je er geen last van. Nee? Ja, precies. Daarna denk ik dat je moet ingrijpen. Oké. Nee, je moet ervoor al ingrijpen. Daarom ben je bezig met ingrijpen. Maar dat valt me op. Kids vandaag de dag zijn zo bewust, jongen. Die zijn allemaal zo van, nee, ik eet alleen maar vegan, raw. Is dat zo? Dat nee, joh. In Nederland? Ja, nee, echt serieus. Nee, echt wel. Je hebt een andere kun. Hoe kan je dat hebben gewisseld? Dat kan. Jezus, dat wist ik gewoon niet. Waar geloof je niet in, een vegan raw? Ik ken niemand in mijn vriendengroep die gezond eet. Ja, maar jij komt uit Rotterdam. Ja, oké, daar heb je een punt. Waar doe je dat niet? Waar doe je dat wel? Waar eet je gezond? Ach, ik weet niet waar, maar het is gewoon, ik merk dat het gewoon... Ik bedoel, vroeger was je een beetje echt gepest als je een vegetarisch was of zo. Tegenwoordig zie ik het heel veel. Ik vind het wel jammer dat je daar niet uit kan saven. Dat je even met je jetpack of zo... Ja, dat je even een countermove kunt doen. Ja. Maar dat je in ieder geval nog leeft. Ja. Nu is het gewoon een leeg iets. Wat was die glijdende Titan, zag je dat? Dat is vet. Dat is, als je daarmee springt, dan doet hij een jetpack en dan slide hij. Dit vind ik wel tof. Dit vind ik wel tof. Dat je zo die... Maar daarom, je voelt je nu machtig, toch? Als een guy, gewoon een pilot. Ja, je voelt je gewoon David. Ja, die is net weg. Nee, maar ik wil een Goliath. Ja. Oh, ik ben dood. Goliath. En nu? Hoe kan dat nou weer? Oh, ja, omdat het vliegtuigje komt. Maar we stonden wel vol, ja, voor je. Ja. Vol. We stonden vol. Black Devil 235, die zegt dat hij vandaag vroeg gaat slapen en dan in zijn dromen uitgaat met Shelly. Jezus. Nou, gezellig. Gezellig, hè? Ja. Kijk. Dan blijf jij wat later op, Shelly, of niet? En we zitten van natuurlijk veel tomaat, kaas en zeewier. Ja, er zitten MSG in. Wat is MSG? Bestralingsmiddel. Nee, dat is die E621. Ik weet niet precies wat. Maar dat zit tegenwoordig toch in alles, ja. Ja, het zit in alles. Ja, je moet echt kijken. Het bijna zit niet alles in tomaten, gewoon in de supermarkt. Ja. Ja. Nou, ik ben wel laat, dus dat is een beetje... Heb je nooit roti canai gegeten? Roti canai? Hoe kom je daarbij? Dat staat hier. Niet? Ja. Dat zeg je, omdat je weet dat het... een gamefood item. Hoe weten ze dat? Dat hebben we het wel zo Hoe over weet hij over roti canai? Want dat is mijn allerliefste lievelingsgerecht. Ja? En dat weet niemand. Nou ja, de GD8, die weet het. Ja. Je wordt in de gaten gehouden. Heb je nog nooit roti canai gegeten? Hij vraagt het ook, van heb je dat nog nooit gegeten? Nee, maar je kan het alleen maar krijgen in Maleisië namelijk. En dat, Oh, jawel. Jelle, heb jij dat niet gewoon verteld in die extra over jou in Thailand? Of was dat ander eten? Zei dat ook van Boris. Wat zei ik toen? Over roti canai? Over eten. Of was het niet roti? Nee, het was niet roti. Dat was ook gewoon dat je in Thailand heel veel lekker vreet hebt. En dat ik naar een restaurant was geweest op aanraden van Boris. Oh ja, dat was Dat restaurant Good Morning Glory in Chiang Mai. Ja, dat vond je dat goed? Ja, dat was hartstikke lekker eten. Maar je had niet verteld dat het zeg maar gewoon 4 tafels was in een groen geverfd ding. Dat is groen geverfde garage met 4 tafels. Ja, maar luister, je gaat daar op voor het eten of voor de gezelligheid. Dat zijn 2 verschillende dingen. Ja, zeker. Ja, sterker nog, als je echt voor het goede eten gaat, dan zit je dus in TL licht. Ja, gewoon, maar dat is in Azië overal zo. Ja. Ik had nog een plek in Bangkok. Maar als ik geweten had dat je bij Koh Samui zat, had ik je daarheen gestuurd. Welke was dat? Ja, dat, ik weet niet meer. Hippie de Bar? Nee, het was ook fucking goed. Ja. Was het, niet Hippie de Bar, dat was best wel grappig. Maar. Nee, maar Ekamai. Ik ga volgende keer als ik naar Thailand ga ik bij Ekamai. Ja, maar die buurt is niet zo... Ja. Het is gewoon Siam Square is het in de buurt. Square, is dat in de buurt? Het is een beetje Times Square van Bangkok, ja. Ekamai? Ja. Nee man, het was fucking. Het was Shimokitazawa van Tokio. Nee, nee. Ja, snap ik. Maar dat zou. Ik bedoel, dat is ook zo, maar het is gewoon bij Siam Square. Siam Square hebben ze alles te pad gehad. En het is niet Victory Plaza. Nee, dat is echt heel Victory Monument. Maar daar was ik heen geweest. En bij die rellen zag ik inderdaad allemaal zandzakken en heel veel prikkeldraad. Ja, dat is wat anders. Dat was wel sick. Iemand vraagt ze of vraagt als ze te zeuren over de GameKings iPhone app. Nee, die wordt nog lang niet geüpdate. Jelle Plato is back. Wat zullen ze daar? Dat ik een vraaggesteller ben.
Ik vind Beaked.nl zegt Thais eten is veel met noten, toch? Ja. Ja, vooral met jouw noten. En het stomme is, als je hier in Nederland shit koopt, wat bijvoorbeeld een cliché kipse jam, ja. Dan staan er altijd, zeggen ze altijd cashewnoten. Ik heb daar serieus één zak cashewnoten ooit gezien in heel Thailand. Ik heb echt ook nog nooit Thais gegeten, volgens mij. Nee. Volgens mij mis ik wat. En ja, jezus. Maar ik wist dus niet dat ze zulke lekkere soort van satésaus maakten. Ja, maar gast, serieus. Jezus, maar dat wil ik echt. Ze doen daar kokos erbij. En als je nog even doorgaat, dan ga ik gewoon gelijk naar KLM.nl en dan ga ik naar Bangkok een paar tickets boeken. Want ik word helemaal gek. Ja. Jezus. Nou, laten we dat doen voor die afleveringen. Dat best weird dat ik gewoon op dezelfde laptop zit als Boris at the moment. Ja, dat is niet waar. Nee, denk het ook niet. Deze is echt zeker 10 kilo zwaarder. Nee, en deze staat hier. Fucking widescreen. Vanuit mijn perspectief is deze laptop groter dan het tv waar we nu naar kijken. Ja. Maar goed. Ja. Kijk, zet Steven even op je schouders en speel Elder Scrolls Online. Nou, Steven komt hier zo meteen. Ja. Ja, zal hij er al zijn? En ik heb ook wel trek, jongens. In Thais. In een biertje. Oh ja, in Thais bedoel ik. Ja, ook Thais. In zowel gebakken als rauwe spring rolls. Wat is je, juist dat je, ik vind de viskoekjes. Poeh. Nee, ik ga niet zoveel vis, hè. Dat is gek in Thailand, maar ze hebben daar dus zoveel lekkere dingen. Ja. Ja, wat is mijn favoriet? Even kijken. Nee, oh, dat weet ik gelijk. Dat is somtoe. Oh ja? Maar dat is heet soep. Papaya salade. Ik heb een kookcursus gedaan, ik kan het maken. Nou ja, ik kan het ook. Ik weet niet welke soort van sapjes ze erin gooien. Een beetje vissaus, en dat ga ik eruit laten, want dat proef ik af en toe en dat vind ik net even lekker, man. Het is een zoutvervanger. Ja, maar het is zout. Ja. Ja. Maar dus, daar ga ik gewoon soja in doen. Gewoon zout en soja. Maar ik wil wel weten wat er voor de rest in zit. Want wat is die paste? Gewoon die soort van, wat het lekker maakt. Dat is sausje. Knoflook en rode pepers door elkaar. Met noten door elkaar. Ja. Gecrunched. Oh ja. En hoe kom je hier aan groene papaya? Ja, dat zou ik je vertellen. Dat bestaat niet. Nee, het bestaat wel in een Thaise winkel. Je betaalt fucking €10 voor. Voor een zakje? Voor die papaya, ja. Kut, man. Dan moet je het gaan lopen schaven en dan is je op. Dus je, goed, aan de andere kant, ik heb het één keer gedaan. Ik kwam terug uit Thailand. Ik heb gelijk zo'n ding gekocht. Ja. En toen had ik zoiets van, laat maar, heb ik daar nooit meer gedaan. Nee, maar daarom, dat is zonde. En dan bewaar ik dat alleen voor Thailand. Maar dat is wel echt verreweg mijn favoriete dish daar. Ja. Ja, die is echt lekker. En curry's, weet je. Al heb ik wel, en dat ben ik wel verbaasd af en toe over. Ook als je hier goed je best doet, zeg maar, en goed kookt, dan kan je toch wel vaak die smaak een beetje even naren of terugkrijgen. Black Devil 235 houdt niet op met de kwijlen over Shelly. Heeft een soort speciaal icoontje ervoor. Die chick, Shelly! Ja. Ja, jongens, het is moeilijk voor jullie, hè? Asian Kings wordt er gezegd. Fuardo zegt, ik ga Ziggo bombarderen. Bagger internet. Jelle zegt, of Amir zegt ook, Jelle, wie is die chick die speelt? Ja. Dat moet je niet aan mij vragen. Dat moet je aan Shelly vragen. Ja. Shelly, wie ben je? Zegt ze. Oh, ik ben Shelly. Zelf verbouwen, Jelle. Dat is een goed idee. Dictatoren. Ik vind het wel tof dat ik naast Shelly en Jelly zit. Ja. Dat is wel tof, toch? Jelly. Ik ben in het buitenland altijd Jelly. Shelly en Jelly. Jezus. Ben je ook in Pai trouwens, in de punkrock bar geweest, de Blabla bar geweest? Vast van, was ik denk ik heel dronken. Ja, oh man, ik moest kotsen. Chang over. Ja, dat is altijd, joh. Als ik in Thailand, een van de eerste dagen dat ik in Thailand ben en ik drink te veel Changs, dan heb ik een Chang over en dan moet ik gewoon kotsen. Ja. Super cool. Oké, nu hebben we genoeg over Thailand. Thailand. Schiet die bots eventjes kapot. Nee, sterker nog. Ja. Nog even over Thailand. Ik was in de eerste dag in Chiang Mai. Ja, je kwam mensen tegen. En er was gewoon we gaan Elder Scrolls. We gaan zo de Elder Scrolls proberen, hoor ik net. Is Steven er al? Ja. Zal ik dan even ruilen? Ja, ik denk dat Shelly. Elder Scrolls is. Jongens, Shelly gaat er vandoor. Wanneer ga je voor ons live streamen Call of Duty Ghost? Wanneer het kan. Ja, hebben we volgende week al iets gepland? Weet ik niet. Games? Ik had wel, we waren volgende week misschien wel Infamous Second Son doen. Dat is cool, maar misschien een half uurtje dat ook wel. Dat vind ik heel tof, die ga ik ook halen. Ja? Nou, mooi. Kan je die testen. Dan gaan we dat ook doen. Volgende week Shelly met Call of Duty Ghost. Ja, vet. Nou. Dankjewel, nice. Shelly. Yay. Ja. Veel plezier op je droomdate met Mokro NL. Een van de guys die helemaal losgaat. Jee, doei. Vet. Nou, dan kunnen we ook stoppen met deze toestand. Oh. Gekookte krabsap. In de echte papaya zet ze gekookte vissaus of gekookte krabsap. Dat zou iets inderdaad. En dat is het gewoon. Kijk, Amir was het. Die zegt, Shelly, je bent mooi. Laat Shelly spelen. Is hier romance.
Amir, die gaat helemaal... Kijk nou hier. Niet weggaan. Shelly, blijf, blijf, blijf. Zie je dat? Ja, iedereen wordt helemaal gek. Amir gaat helemaal kapot. Kijk nou, we zijn gelijk. We zijn er. Ja, de Elder Scrolls. Zit in de Elder Scrolls. Fuck. Ik heb bier nodig, jongens. Ik heb bier nodig. En we hebben een Steven nodig. Ja, die komt. Ik zie hem. Ik zie hem. Ja, ja. Hij heeft zijn Lumberjack shirt aan. Amir 071 zegt, neuk me. Niet. Ja. Wat een platte man. Dat gaat te ver. Vlado zegt Shelly tot Snelly. Dat is leuk. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, dat is leuk. Ik, Ronald, zegt... Dag Shelly, never forgot you. Het is forget you. Nou, of er is een geschiedenis. Hakkie Makkie zegt billen. Ik denk dat hij even de billen van Shelly zag toen ze opstond en wegliep. Ja. Steven is wel mooier dan Shelly. Ja. Dat is een fantastic NL. Dan is dat misschien toch wel een vrouw. Soester Renegade zegt, jeez, dat is gewoon een meisje, hebben jullie nog nooit een chick gezien. We krijgen een hondcadeau. Jee, de Soef is er. En daar is ook. Moet Soef er weer uit? Of nee hoor, die mag erbij. Laat hem maar in. Die mag op jouw plek. Hooray. Dank je, jongens. Hey jongen. Lekker getuid ervold. Ja, lekker. Shelly heeft jou laten zien hoe het moest. Ik zat mee te kijken naar Titanfall. Je hebt maar niet op een full-on in de nieuwe, de non-beta. Nee. Oké. Hey, ik moet even inprikken. Ja. Oké. Ik ga wireless. Kijk, je hebt je eigen fucking muisje mee. Jawel. Oh, man. Ja, ik denk als we dan toch... Hardcore gaan. Ik denk dat... Zullen wij ruilen van plek? Ja, prima. Ik heb een zijkant. Deze, die... Gelijk in het midden. Die gaat niet zo ver. Oké. Okay. Heb jij al gespeeld met de Elder Scrolls Online, Steven? Heb je absoluut. Ja, ik ben best wel benieuwd. Niet per se nodig. Nee. Maar... Sterker nog, als het niet... Sponsorverplicht. Hoeft, want... Oh ja, lekker. Heerlijk. Het ziet er gewoon goed uit. Daar gaan we, anders krijgen we geen thuis straks. Even kijken. Even inloggen. Mag ik een biertje, jongens? Heeft Shelly een baard gekregen? Jawel. Ja. Ja. Box ouwe, zegt Immortalis, zegt hij ook. Ja. Steven Box. Ja, Steven, waarschijnlijk is dit namelijk is dit geshield, hoor. Dit krijgen ze niet te zien, dus je mag rustig... Nee, even vertellen dat ze dit niet kunnen zien. Ja. Van wie is die flauwe bunker? Vraagt Remcoin. Flauwe bunker. Dat is die van jou, neem ik aan. Dat is voor mij. Ze hebben het over Steve Fun. Of het gaat over mijn hond of over jouw baard. Nou, dan doen we. Je hebt er vier natuurlijk. Ja. Ja, dat moet er wel te doen zijn. Mensen zijn nu jouw stapjes hier op je toetsenbord aan het analyseren. Met backward engineering. Ja. Even kijken. Oh, dit wordt wat. Steven, ik zag je wachtwoord. Dit wordt een nieuwe account. Hij heeft daar. Oh, je hebt natuurlijk duizenden. Kijk nou. Oei, wat is dit, joh? Oh. Nee, donkelbok. Wat is dit? Moet kotsen straks, jongens. Donkelbok. Ik wil een pils. Ik ga een glaasje water halen, denk ik. Wacht, ik ben zo terug, hoor. Dit ruikt in een slootwater. Gaan jullie de donkelbok even soldaat maken? Dan, Oei, oei, oei. Eibauer. Het is niet heel vies, maar ik weet wel dat ik slingerend naar huis ga straks op de fiets. Is dat zo? Ja. Gaat het lukken nog met je inlog? Ik heb geen idee. Ik wist niet op wiens account we gingen spelen. Ja, op die van jou, want jij bent het hardst geleveld natuurlijk van de hele wereld. Daar gaan we. Ja, dit duurt lang. Nee. Dit is vet. Ja, vorige keer ging het natuurlijk al mis. Wanneer? Oh, wacht. Is het al 5 uur geweest? Nou, het is net, zou die... Hij zou net online moeten online zijn, moeten zijn, want het was kijken, een... Kijken, ja, het is 5:10, dus in principe... Kijk, je ziet nu het Drosten-effect natuurlijk straks, want je ziet hier ons zitten. We hebben een matching cap is Boris iets doen of zo? Oh nee, die ging thee zetten. Mag ik een grols, jongens? Voordat ik kotsend de deur verlaat straks. Grols ligt aan de andere kant. Wil jij een dubbel bok? Ik weet niet, wil ik dat? Nou ja, als jij van speciaal biertjes houdt... Ik hou wel van speciaal biertjes. Dan is dit wel je ding. Er zit een klein beetje speeksel van mij bij, maar... It never hurt anybody, denk ik. Jullie zijn nog steeds niet achter het wachtwoord. Nee, we zijn nog steeds aan het checken gewoon. Nou ja, het is... Ik heb van Shelly wat paprika mini friet gekregen. En ik dan? Jezus, nou, ik kan het aan het zakje halen. Helemaal niet. Nee, daarom, ik eet het ook niet, maar ik maak nu een uitzondering. Het moet... Omdat je het krijgt van een topstream. Jezus, die laptop is gewoon niet te tillen met één hand. Hij ging bijna tegen de grond. Ik zag het. Geen R. Ik zag het. Zeker geen R. Het is raar, ik zit er nog niet. Maar... Hij heeft ook een spritsdop, kijk nou. Wat een raar. Vind ik heel gek.
Maar dit zou het moeten zijn. Dus het is een beetje vreemd. Misschien dat hij nog net niet online is. Vorige keer dat we dit wilden doen, waren er natuurlijk wat problemen mee. Ja, maar dan zou hij dat zeggen. Van je kan nog niet online, zeg maar. Misschien moet je eventjes, even, zeg maar, forgot your password ergens doen. En dat eventjes op interweb hier achter ons ergens gaan dubbelchecken. Want ik denk namelijk dat als wij nu een nieuw account moeten gaan aanmaken... Nee, joh, ben je helemaal gek. Hoe sterk is dat bier wel niet, vraagt Wesley. Wat dan? Weet ik niet. Gols is het beste bier ever sowieso, zegt Dex. Nou, dat is dus niet waar, maar dat is het enige wat we nog hebben, wat tenminste pils is. Want, oh, wacht, hoe sterk het is. Het is 7%, wat op zich nog wel meevalt, maar ik kan gewoon niet... Kijk, je bent de man! De biercourier. Steven ook? Of wil je deze doenkoppel? Ik doe die grote unit hoor. Kun je mij die mini-friet van Sharia? Hoezo, dat mag je niet? Ja, dat ligt op het aanrecht. Okay. En als ik mijn eigen laptop inprik, is dat heel ingewikkeld? Nee, dat is dus niet heel ingewikkeld, toch? Ik denk het niet. Nee. Mini-display naar... Gewoon HDMI misschien? Ja, kan. Ja. Ik vind het wel knap. Dit is de tweede week op rij dat we de Elder Scrolls niet aan de praat krijgen. Nee, dat is niet waar. Het gaat gewoon lukken, jongens. Het duurt alleen eventjes. Dit is een fractie van dan gaan we toch een kwartiertje langer verder. Dat kan gewoon. Denk ik. Bandy Amir 071, waarom? Wat zit hij allemaal te zeggen? Message deleted. Er wordt wel geveld gedeleteerd. Kijk, we vreten het. Maar dat is gewoon van Shelly, hè, dit? Wat? Dat is gewoon van Shelly, dat. Ja. Wil ze dat zelf niet? Het ligt op het aanrecht en het is vrijdagmiddag. Oh, het is vrijdagmiddag. Ja, dan zijn de communistische regels ingegaan. Ik denk dat ze het gedoneerd heeft. Ja, dan is het een 5-seconden regel. Als je 5 seconden je afstand doet van je bezitting hier op Lammo, dan is maar op het aanrecht. Ja. Op het aanrecht, ja. Dat is als je in die region komt... Steven heeft ook zo'n blockbuster hier. Deze is beter te tillen. Ja, joh. Zie, we gingen even langs het beeld inderdaad met een... Hoppa. Oh, kapot. Dingen eruit. Nu moeten we dus... Nu moeten we het gaande houden hier. Ik zit wel op en... Ah, kijk hier. Ik doe voor de shine die hier gewoon is. Gewoon eventjes mijn rapist glasses op. Oh, dat is geen highblocker, Boris. JD8 zegt, doet me denken aan die oude brieven Hardware Woensdag items waarin niks werkte. Dus Steven komt binnen en het gebeurt. En het gebeurt. Een harde schijf in de PlayStation 3 verwisselen. En het lukte niet, ja. Het schroefje was kapot gedraaid. Ja. In de game. Grappig. Kijk, daar is die. Vrijdagavond, hè, dan mag het weer. Wow. De cheatdag is eigenlijk al begonnen. Ja. Ik stretch hem een beetje. Naar de rest van de week bedoel je? Nee. Naar wil jij een mini vriend? Naar vrijdagavond. Ik ben oké. Okay. Ja, als in low carb, oké. Okay. Ja, ben jij ook hardcore? Wat is je gewicht? Wat is je vetpercentage? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik ook niet. Oh. Heb je nieuwe tattoos laten zetten, Steven? Nee. Nee, hè? Nee. Nog niet? Nee, even niet. Cleaning up. Ah, het is wel goed muziekje nou. Ja, maar helemaal rustig. Gewoon sfeer, toch? Helemaal rustig. Is het muziekje van jouw laptop of is het nog van de vorige PC-fletser? Dat is een hele goede vraag. Ik denk nou ook van de vorige PC-fletser. Kijk. Er komt namelijk iemand binnen gerend. De techniek. Ja. De backbone. Ja, de life vein. Stil opeens. Ja, maar ik denk dat er waarschijnlijk wel iets wordt gekoppeld naar Steven's laptop zometeen. Ik vind dat we deze livestream moeten combineren met een kookprogramma. Zodat we nu iemand hebben die Thijs aan het koken is. Thijs, ja. Nu, ik bedoel, je hebt me helemaal enthousiast gemaakt voor Thijs eten. Ja, maar er was ook net iemand van, ik wil nog steeds wel een keer cookings doen. Gewoon inderdaad, weet je, het ding is van over een soort van goed gamevoer. Dus niet gewoon omdat het kan even iets snel had. Maar waarom gamevoer, weet je? Nou, want ja, we zijn toch gamekings, weet je. We moeten beginnen gewoon met een serie. Wat is nou gamevoer? Nou, dat is dus het ding, weet je. Je zou zeggen dat het een opwarm cheeseburger is, maar dat is gewoon niet goed. Nee, gadverdam. Precies, dus je wil nu gewoon sustainable, vreed in elkaar gedraaid, wat wel een beetje snel is, omdat je eigenlijk... Maar ik wil vegetarisch shit. Nou ja, jij wil vegetariër en dan doen we iets met tofu, want dat is proteïne en dat is goed om te gamen. Tofu is niet goed voor je. Waarom niet? Te veel tofu is niet goed voor je. Ik eet elke morgen een brok tofu. Ja, dat is niet goed voor je. Dan krijg je kanker van. Waarom niet? Waarom? Ja, weet ik veel. Omdat het, wat moet je dan vreten? Alleen maar fucking groenten en noten. Dat is toch niet tof? Komkommers en zo. Ja, dat eet ik dus ook elke morgen. Een komkommer.
een half of een komkommer. Of een halve komkommer. Ja? Ja. Fuck. Ik heb dan altijd, dat doe ik 2 dagen en dan zijn mijn komkommers op en dan vergeet ik ze een week lang te kopen. Ja, nee, ik niet. Nee, ik ben er wel vrij hardcore. Ja, ik eet boerenkool. Ik eet veel boerenkool. Ja, en shakes, ja. Ja, boerenkool shakes. Ja, kale. Kale, ja. Ken je dat clipje van, ik weet niet hoe, dat ging op het internet op een gegeven moment, op Facebook. Dat was zo grappig, dat was een guy, ja. Echt een of andere pretentieuze kut-hipster. Ja. En die ging vertellen wat hij at. En dan begon hij uit van kale salads en activated almonds. Ja? Op een gegeven moment had hij het over activated almonds. Toen wist ik, hij is de uber-douche. Dan verdien je gewoon echt een knal voor je bek. Ja, maar hij was zo prestigieus, gewoon niks aan het handje. Gewoon ja, activated almonds, maar laten we cookings doen en dan beginnen met boodschappen doen bij de Ecoplaza op blote voeten. Ja, dat is prima. Ja? Dat zeg je dan voor jou, toch? Kameel? Ja, op als kameel, ja. En dan laten we ons voorkijken door een spijnhol. Dan moet jij met die baan gewoon alleen maar zo'n Bachwan-outfit. Dat zie je niet, Bachwan-outfit. En we gewoon even... En dan ook niet een winkelmandje, maar je eigen rietenmandje. Ja. Dat doet mijn vriendin ook. Oh ja? Die kan het. Maar vrouwen mogen dat eerder dan mannen. Dat is een fucking alternatief, hoor. Dit gaat lang duren. Ja, we jongens, zijn aan het downloaden, hè? Krijg de types. Wel met fucking, zie je dat? Ja. 33 MB per seconde. Ja, we hebben een upgrade gehad. Dat is wel een partijtje sick, zeg hij. Ja. 33 MB per seconde. Ben jij nog wat mini-vriend misschien? Nee, ik wel. Even kijken of hij een tijdsindicatie geeft. Dan nee, we moeten gewoon bedenken goed hoe lang we vol lullen. Ja. Wil je het al over de Elder Scrolls hebben, überhaupt? Nee, zeker nog over Maar ze hebben het over Cooking with Game Kings. Vega Kings. Ja. Ja. We hebben gewoon allemaal eetdingen, maar... Ik had dus die insteek van, weet je, we kunnen het wel over eten hebben, maar het is natuurlijk leuker als je dat... Je bent gewoon de mini-friet aan het uitspugen af mij hier. Ja, ik weet niet of het over jou is, het is wel kwijt nu. Nou, kwijt. Omdat het nu onder mijn broek geplakt zit. Maar gewoon dat je zeg maar gewoon iets healthies eet waarop je gewoon 4 uur lang kan gamen. Zoiets. Weet je, niet die cheeseburger in de Wat dacht je van dat je gewoon een healthy hebt, dat je geen kanker krijgt en niet doodgaat? Maar eten jullie veel tijdens het gamen dan? Nee. Ik merk echt dat ik door het gamen gewoon niet eet. Nee. Ja, maar ik moet... Eerder als ik zit te wachten tot iemand inlogt. Ja, in, dan gaat het een zakje frietstiks in. Ja. Ja, maar ik zit te zoeken naar iets wat kan justifyen dat we een kookding doen. Je moet toch een insteek hebben dat een beetje met Game Kings te maken heeft. Superfood Kings. Ja, prima. Maar waarom gaan we het ineens hebben over eten, niet over games en eten? Omdat we het gewoon even over eten hebben, niet over games. Nou ja, okay, en dan straks wel over games. Ja. Ik vind het leuk. Ik vind het heel graag. Laten we... Ja. Ik wou nu eigenlijk dat we nu even konden overschakelen naar... Maar iemand, Jelle, die stond te koken. Krap die stond te koken. Misschien moeten we bij Nia in zijn nieuwe Vietnamese toko gaan we de volgende livestream. Maar is het al open? 1 april volgens mij. Nou, dat is een grap. Gaan jullie allemaal langs bij Nia en Nia? Ja, Nia en Chow's. Chow's, Rozengracht, supercool restaurant. En smiddags dan kunnen wij gewoon... Steve zit gewoon te mail te checken hier. Nee. Smiddags kan je bij Nia een lekker broodje scoren. Ik zie dat je de fans e-mail nu ook zit te beantwoorden. Fans e-mail, ik zie allemaal Elder Scrolls online. Your payment has been received. Je hebt 1000 natuurlijk. Wat is dat? ExtremeGayPorn.com. Your payment. Wow, bear love. Ja. Bear backings. Ja. Zijn die inmiddels uit de game? Wat ben je precies aan het doen? Ik kijk heel eventjes naar mijn account, want de browser, dat is het ding met dat inloggen, die launcher, die eigenlijk al die MMO's hebben. Als je eenmaal gewoon invoert wat je gegevens zijn, dan kan je vanaf dat moment iedere keer gewoon alleen op play klikken, hoef je nooit meer in te loggen. Maar not today. Ik weet zeker dat ik ze goed had ingevoerd. Maar ik heb dit al een keer eerder moeten resetten. Dat is een beetje... Ja, dat is vaker met die Elder Scrolls op de een of andere manier. Ja. Omdat het natuurlijk gewoon een soort van super beta testing zijn, dat ze hem af en toe resetten. Ja, nee, maar hij klopt wel wat ik net deed. Dus dat kan het niet zijn. Delize zegt, ik eet olijven tussendoor. Dat soort dingen. Ik zou nu ook wel trek hebben in olijven. Olijven zijn wel goed, toch? Ik vind dat het voedsel tijdens deze Live Kings heel slecht geproduceerd is. Dus het is altijd met mazzel het half opgegeten zakje friet van Shelly... wat ze op het aardig laten liggen. En we hebben het wel een beetje gehad, weet je. Nou, het is wel altijd chips inderdaad. Zal ik voor de volgende live... Ja, dan komt ie. Ja, jongens. Iets nice koken. Je gaat iets koken voor de volgende Live Kings. Yay. Ja. Kom je ook eten leuk. Dan, Steve? Ja. Ja? Dat is dan zeg maar geen frietsticks, toch? Dat is iets... Nee, we gaan thuis een tomjam. Somtom. Als ik het kan vinden. Ik haal een groene papaya. Dan ga ik de rest doen. Ja? Misschien wel zelfs met een beetje vissaus. Ja. Ik haal een... Dat is toch wel goed. En een extra pepertje. Ja, ik ben daar met die pepers. Trouwens, die pepers daar in Thailand zijn helemaal niet zo warm.
Nee, ze zijn hier best wel kleine vakkers. Oh, die zijn heel warm. Ja, die zijn heel warm. Ja. Nee, Daan, dat gaan we doen. We gaan een hele grote bal met som. Maar hoe koken we hier dan? We hebben niet. Nee, dat doe ik thuis, want het is toch een rauwe salade. Dus dat is dat kan gewoon mee. Ik kan het gewoon mee. Doe je er dan garnaal in? Nee. Want dat is voor mij. Ja, dat vind jij lekker, maar ik niet. Ik doe de veggie, de echte veggie. De echte veggie, oké. Okay. Ja. Dus kan ik, terwijl deze update, gewoon inprikken in de andere om daar nog een keer te proberen? Nee, maar dit gaat gewoon nog duren totdat we... Ja, dit gaat heel lang duren. Dit gaat duren totdat we nog een half uur zijn plus. Een keer omswitchen? Ja, we gaan nog een keer even naar de andere toe. En anders gaan we gewoon lekker Titanfall spelen. En dan halen we Shelly er weer bij. En is het officieel de tweede keer dat we de Elder Scrolls Online niet aan de praat krijgen? Ja. Een soort van de Elder Scrolls Offline, hebben we die niet? Ja, dat is gewoon Skyrim. Heb je dat, Steve? De Elder Scrolls Online? Ja, Skyrim is dat, ja. Dat staat er ook wel op, toch? Heb je niet een andere nieuwe game die we er even tussendoor kunnen flutselen? Ik heb wel een game, nog volgens mij nog niet. Nee, is dat die ene met die berucht is, zeg maar? Ja, die beruchte. Ja, ik heb nog wel een andere MMO erop staan, maar ik weet niet of dat al mag. Welke is dat? Wildstar. Oh, zullen we Wildstar? Wie wil er graag Wildstar Online zien? Wildstar! Kijk, Shambhala zegt, Steven heeft een nieuwe neusring. Nou, dat is knap, want dat zie je onder die hoek van die camera bijna niet. Een stiersing. Ja. Maar ik ben bang dat het inderdaad aan de servers ligt. Je kan niet nu wel. Nu wel. Kijk, nu ligt het echt een server, een login service error. Ja. Ja. Dus nu ligt gewoon de server plat. Ja, ik kan wel even kijken, misschien dat ik deze even moet stoppen. Koek W zegt bord shawarma naar binnen werken. Oh, ja. Zit de internet er wel in? Zit er dat niet in? Kan je niet inloggen natuurlijk. Wil jij nog wat friet stippen? Gelijk komt er iemand aan die inderdaad zich realiseert. Ja. Kut! Ah, ik heb het internet. Zit het internet in hier? Is dat het? Internet zat er niet in. Nee, het is wil je nog wat frietjes? Nee. Oké, okay. Dan ga ik. Shelly, sorry, ik eet je friet op. Shelly, zeg maar gedag met je handje tegen de mini-friets. Mmm. Boris, mogen we Nishira wel gamekoningin noemen zonder dat onze balzak eraf wordt gescheurd? Ik pleit gewoon voor Game Kings. Vind ik ook, ze is presentatrice van Game Kings. Ik vind Game Queen, ik vind ook, als mensen, daar heb je de Game Kings. Dat vind ik echt zo fucking kut als mensen dat doen. Dat vind ik echt presentatoren van Game Kings. Ja. Ja, maar iedereen doet het, dus daarom heb ik gezegd, ik leg me er maar bij neer, maar jezus. Maar even kijken, wat was er met Nishira? Wat wilden ze weten? Oh, of je balzak eraf gescheurd had. Ja, die wordt er waarschijnlijk wel afgescheurd, ja. Steve, heb jij nog een grote rottweiler ergens rondlopen die we op First Look kunnen inzetten voor het afscheuren van balzakken? Dat ze ons gamekoningen noemen met een spatie. Nee. Beste gamekoningen. Nee. Iedereen die dat zegt, zijn balzak gaat er afgescheurd worden op First Look. Ik steun het initiatief. Ja, toch? Ja. Anders maken we nog een item over Philips Ambilight. Ja, die was tof, jongens. Ja, het zal, je kunt je terugkijken. Hij wordt gewoon een debacle. Ja, dat is een heel grappig item. Game noobs. Oei, oei, oei. Dat was nieuw voor ons toen, ja. Game noobs, wordt er hier gezegd, de Koen de Brie. Die vraagt om een ban, hoor. Steven lijkt op iemand van Sons of Anarchy. Ik weet ook wie. Op Opie. Opie, ja. Ja. Maar David lijkt er ook op. Je lijkt op Opie. Ja, je lijkt iedereen heel erg met een baard, maar je lijkt gewoon op Opie. Hij wordt op een gegeven moment doodgeslagen in de gevangenis. Dat is leuk om even te weten. Dat is een goede spoiler voor mensen inderdaad die het nog niet gezien hebben. Inderdaad. En wie heeft dat nou nog niet gezien? Ja. Nou, ik heb dus alleen dat gekeken of zo. Ik heb de hele serie. Ja, alleen maar. Je hebt alleen die scène gehoord van de wordt op een gegeven moment iemand doodgeslagen in de gevangenis. Dat wil ik even zien. Ik dacht misschien pikken op de soap, maar nee. Nee. Helaas. Je bent nog steeds aan het inloggen. Ja, nee, maar dit is het echt. Ik heb het net geverifieerd ook in de settings. Maar hij zegt wel dat je account information incorrect is. Ja, maar dat had ik vorige keer ook toen de servers het niet deden. Oké. Okay. Nou, en, sterker nog, laten we eventjes in iemand die zit te kijken, die is ook vast wel in het bezit van een Elder Scrolls Online. Iemand online misschien is zelfs Nishira. Laat even weten of je erin komt of niet. En anders gaan we namelijk over een minuut of 10 nog een drie kwartier livestreamen. Je bent daar aan het proberen. Oké, er is iemand inderdaad bij ons al aan het proberen om te kijken of het daar wel lukt. Dus dan horen we zo hoe het gaat. Ja. Dat is wel echt een goede debacle hero met die Elder Scrolls. Ik ben wel een beetje klaar met elke week proberen Elder Scrolls te spelen live. Ja. Weet je, ik heb zoiets van laten we voortaan proberen voordat we beginnen in te loggen. Ja, maar het was omdat hij om 5 uur online pas ging officieel. Dus hij is gewoon, weet je, er wordt gewoon niet goed gedaan. Ja, je kan het van tevoren niet... Kijk, hier, ik ben dingetjes van mijn schoot aan het eten, zie je dat? Ja. Nom. Ik zie nu pas hier op deze stream dat jij een zonnebril hebt. Vind je mijn bril? Heel tropisch ben je. Dat is vet, toch? Hij was €3 in Thailand. Trucker, ja, dat had je. Ja, dat was voor die look ging ik. Voor de rapist trucker. De rapist trucker, ja. Ja.
Dat was hem vandaag. Ik vind Steve zijn baard krijgt een bepaalde kleur in dit licht. Klopt. Dat is echt, als ik Steve zo zie, is het een mooie roodbruine baard. En hier is hij gewoon knalrode baard. Hij wordt groen iets, ook. Hij wordt bijna groen. Groen-rode baard. Ja. Ja, dat is altijd in de livestream. Ja. Your login information was incorrect. Stop maar even. Ja. Stop maar even met... Inloggen. Ik denk van Steven 123. Enter. Inloggen. Steven 123. Weet je, dat werkt gewoon niet. Nisira zegt, ik kom er ook niet goed in. Nou, niet goed, maar dat is wat anders. Ja, of niet in. Ja, het is gewoon een beleefde manier om te zeggen dat ze er ook niet in komt. Die shit werkt niet. Ja, Juorare 7855 zegt, wanneer begint weer op tv MTV Game Kings? Dat is op 7 april, jongens. Ja, dan zijn we terug. Cool. Steven had van tevoren de patch al moeten downloaden, zegt Murs. Ja, maar hij had niet gedacht. Die is er al. Die is er. Die is hier op deze laptop, staat hij. We komen er gewoon in. Dat was plan B, mijn laptop, waar ik hem nog niet op heb gepatcht. Maar, hier wel. Ja. En non-existent on this moment. Nee. Maar ja, dat is wel het kutte van die betas die gewoon niet doorlopen draaien. Heeft deze wel de patch? Ja, want ik zag hem op de andere... Hier zie ik compleet. Ik hoor iets over een Europese server die online zou moeten zijn, maar niet online is. Dat voor problemen zorgt in Europa. Ja. War Weenie zegt, waar is je muts? Die doe ik maandag op. Die ben ik vandaag vergeten. Welke mutsje muts klinkt wel... Mijn muts. Mijn muts. Waar is je muts? Waar is je muts? Ja. Waar is je muts, Jelle? Mag ik officieel gewoon dit even neerleggen? Kunnen we iets anders spelen? Kunnen we dit laten? Wil je dat ik kijk of Wildstar online is? Mag dat? Weet ik niet. Nou, moet je eerst even kijken, want stel nou dat je 50.000 euro moet lappen. Ja, sure. Kom jij er wel in? Op de site wel, maar ik weet niet of je hier erin komt. Oké, nou ja, onze guy Jasper, die gaat het hier fixen. Ja. Kom erbij. Ja. Laat je nieuwe kapseltjes zien. Ja, een nieuw kapsel, kijk eens. Ja, wat doe je nou? Je loopt er nu langs. Je moet wel je kapsel laten zien. Ja. Nu zie je alleen maar een paar benen. Dat lijkt wel Cow and Chicken Show. Ja. Je bent net zo zenuwachtig als Shelly. En het is maar een livestream. Ja, het is niet alsof er 50.000 mensen zitten te kijken. Ja, dit ziet er al langer uit. Ja, logging in. Jawel. Wat is het nou, Steve? Je bent gewoon een verkeerd paswoord aan het doen. Ja. Je bent dronken, jongen. Steve is dronken. Dat is al sinds dag 1 mijn wachtwoord. Ja. Maar hoe kan dat dan? Thanks, man. Thanks, Jasper. Je moet wel een vette character hebben, hè? Je hebt wel verschillende accounts. Niet iedereen... Andere server. Nee. Dat kan ook, dat zijn character op een andere server staat. Maar je hebt ook accounts die niet altijd online kunnen. DexNL vraagt of ik tattoos heb. Nee. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Vind ik echt wat voor jou? Ja, ik ook. Maar ik kan niet weten wat. Ja, maar... Ik moet wel zeggen, ik vind het heel veel monies. En dat heb ik niet. Dus, weet je, dat... Ja, ik vind het echt heel duur. Ik vind een tattoo nemen tyfus duur. Echt een dure hobby. Ik ken gasten die echt voor 5 tientjes zitten die een tattoo. Ja, maar ik ben een gaaf ontwerper. Ik wil de vreedste shit die er is, ja. Weet je, ik wil wel echt prime suspect beefpage. Je hoeft het toch niet in één keer te doen? Maar we zijn dus level 5 nu, dat is natuurlijk wel... Wat ben je? Je bent een level 5? Dark elf, dat is wel altijd goed. Dark elf, oké. Paul Foyen? Een soort black elf. Ja, dat is een black elf. Het is een beetje Tupac, meer van de... nou, omdat het een black is. Nou, Tupac was een black elf. Was ook een elf? Ja. Waarom? Gewoon omdat hij was een black elf. Een elf? Ja. Hebben jullie dat niet meegekregen? Kijk nou, dit is zo Elder Scrolls. Ik vind het heel cool. Dat ik zie er een paar houten planken. Nee, ja, maar ik zie het aan hoe het beweegt alleen al. En dat, het hier, weet je, dat er een schatkist op die boot is en shit. En ik wil het! Oké, wat gaan we doen? Hij zit zijn muis aan het instellen. Eventjes. Kijk, dit ziet er goed uit. High speed mousing action. Ja. Jesus! Goes fast! Pak hem! Waar komen die gasten van? Bam! Dark Maul! Bam! Bam! Saber! Lightning Bolt! Dit is gewoon LARPing. Er wordt gewoon gelarpt hier. Waarom je bent ineens in een fucking... kamer gezet met gewoon... Kankervet! Wat gebeurt er? Wat vet, jongen, dit. Je bent nog niet eens dood. Dit is cool. Wow, pijlen. Pijlen uit een schip! Magic! Ik weet niet wie ik moet slaan. Hem. Iedereen die rood is! Als ik hem! Dennis! Pak Dennis! Hij is Dennis inderdaad. En pak die guy met die turban! I hate his face! Darth Maul. Nee, het stuit er tegen die ene guy. Lizard, Abagon, Lizard, enge chappies. Oh, wat vet. Er staan hier mensen te wachten in groene majo's. Ik vind het sick. Ik
wel even een schaterlachje. Ja. De deur zit dicht. Je ziet dat het gewoon een plat plaatje is. Dit is geen deur, Steven. Dit is een... Nee. Dit is never... Ja, maar waarom staan zij er dan naar te kijken? Ja. Ja, omdat het lizard is. Die kijken gewoon graag naar deuren. Je moet de andere kant op, denk ik. Er rennen mensen. Ik weet niet, hoor. Iedereen rent de andere kant op. Ik denk, dit is wel echt deur. Zijn het bots of zijn het echte mensen? Hij denkt ook dat het een deur is. Dit is een testcase. Dit is wat gebeurt er als we mensen opsluiten in een boot? Ze hebben gewoon de servers offline gehouden om mensen te frustreren. En als het frustratieniveau hoog genoeg is... Dan dumpen ze in een boot die niet open kan. Niet meer waar je was. Zeggen, dumpen ze lizard. Maar ergens anders. Oh, dat was het ook. Je kunt vet niks... Dit is de vetste beta ooit. Kun je niet naar boven of zo dan? Let me out here. Dit was het echt, serieus. Die guys kunnen er ook allemaal niet uit. Naar beneden. Hero. Ja. Nee, ja. Niet de hatch. Doe de hatch open. Dan ik krijg de warm van deze shit, man. Wat vet. Talk. Oh, dat is het. He. Goodbye. He, nu kan je die kutdeur door. Nou, volgens mij is iedereen hij niet. Is in mijn bed kwijt. Hij loopt die deur aan het fuck you door. Doe de deur open, jongen. Interact met Alinosa. Ja, Alinosa met zijn turban. Sabriosia. Wat zegt hij? Leave the ship. Ja, denk maar... je dat we een spreuk moeten zeggen? Ja. Probeer een Fusro daar en wat was dat een, ook alweer in... Het sesam open nu. Belor was het toch? Belor? Of Melon was het. Waarin? Lord of the Rings. Melon. Ja, zoiets was het wel. Ja, het was... Friend. Fipfo zegt, beste gamekoningen, mijn balzak mogen jullie hebben... zolang jullie maar van mijn borsten afblijven. Is het een vrouw dan? Heeft die borsten en een balzak? Fipfo, geen idee. Dat is wel gek. Iedereen staat aan die deur te hakken. Maar serieus? Fuck you door. Lizard, vraag aan Lizard wat er gebeurt. Nee, maar Lizard is net zo clueless als ik. Ja, Whisper. Whisper, heet het net Whispers hier? Ja. Ja, wat vet. Hier, Whisper. Customer support. Ja. The door you. Does not open. Open the springen door. Misschien? En die hatch, die cannon hatch daar? Nee, jullie zijn allemaal clueless. Jullie kijken niet beyond the pebble. Je ziet toch dat die hele shit niet open take kan. The fucking red denk pill. Jij is out of the box. Take dan. The red pill. Je moet ergens opspringen. Hierop springen. Ja, hierop springen. Nieuwe perspectieven. Ja, nieuw perspectief. Los van het feit dat het niet kan. Kijk, er komen guys! Er zijn guys! Oh. Get them! Pak die je moet gewoon, dat is het. Dit is een beta. Je moet gewoon heel lang wachten op de hordes met enemies. Bam! Die, daar. Scum! Die kleine parser. Zo zit ik ook achter de computer als ik dit zeg. Hier, pak die shit, man. Pak de shit! Pak de sleutel! Eén nee, het is maar één geld. Wat hebben we daar nou aan? En die speer dan? Pak een sleutel. Er ligt een speer en we willen een sleutel. Ja. Wie is die pak paarse? Die goblin. Pak die fuck die goblin in zijn fucking arse. Bam, in zijn nek. Yeah. Slaan! Start eraf. Oh, no man. Zie je, dit zijn gewoon hordes. Enemies. Ja, maar dan alleen is het gewoon een ja, duurde even voordat de hordes kwamen. Een buggy quest nog. Ja. Gruwelijk. Dus dit zijn jullie de hele gaan doen. Ja. Ja, maar normaal is het echt heel cool. Vind je dat niet cool? Lightning bolt. Dat soort shit was toch vet? Hier, er loopt een paarse goblin rond. Ja, de paarse goblin is cool. Kun je die opsluiten daarachter? Nou, dat zou ik dus ook wel heel graag... Dat is dat ding uit... Kijk, er liggen... Zit er in die mand? Ik wou net zeggen, er zitten appels in de mand. Kan je de appels pakken? Appels zijn giftig. Dan kan je zelf gewoon, dan kom je het hier normaal en dan kom je eruit. Pak de appel. Ja. Kijk, zie je? Ja. Oh. Dit drippings. Is... Drippings. Drippings? Eww, je drippings. Hebt drippings gepakt. Ik moet wel zeggen, er zit iets minder detail in dan in... Het komt omdat je vieze dingen met die paarse goblin hebt gedaan. Dan krijg je drippings. Kijk, je pakt dat ding. Hij gloeit nog steeds. Ja, omdat er dus nog één goud in zit. Dus de maiden, die moet je nu neuken. Oké, nou, wacht op. Wacht ik ben maar blij dat jullie er niet normaal naast zitten als ik een MMO speel. Dat... Ja. Hoezo, dit maakt het toch nog veel dat gaat ook zo, of niet? Ja. Doe je dan Captain Renner, praat met Captain Renner. Kan je niet vliegen? Vlieg gewoon. Nee, maar het is een scripted Renner. Event wat gewoon niet helemaal soepeltjes... Nee, het duurt gewoon heel lang voordat er gespaand wordt. Mijn god. Weet je wat we gaan doen? Reloaden. Wat? Stak serieus. When in doubt, always follow your nose. Oké. Gebeurt. Zo'n game kun je ook op de PlayStation 1 spelen. Ja. Nee. Ja, het ding is, als je het nog serieus over de game wil hebben, is dat als je het serieus gaat spelen, dan zie je dat het een beetje
vergelijkbaar is met waar Oblivion was, ietsjes daarvoor. Ja, ja, maar echt. Ja. Ja. Het is geen Skyrim, maar het is wel... Oblivion is nog steeds tof. Waarom is het geen Skyrim? Oh, wat doe jij nou? Ja, nou, ik wilde, wat ik wil doen, is een nieuwe character aanmaken. Ja, dat snap ik. Maar behalve dan dat je dan helemaal volgens mij het stuk... Je wordt niet gedropt in het internet die er nu is. Jawel, jawel. Nou, dan heb je gewoon het beginstuk. Ja, precies. Maar dat is niet... Want de beta, dat is het leuke aan die beta, is dat je hem eigenlijk moet bijhouden. Dat werkt niet. Ja, je bent gewoon die character. Dan begin je opnieuw met de laatste quest. In die boot. Ja. Kut. Maar ik wil gewoon even een nieuwe character aanmaken. Zie je sowieso die character customization. Dat is cool. Ja. Dus ik weet niet waar je op wacht, maar... Dat vind ik heel cool. Maar is dat niet al een keer gedaan? Is dat niet al een keer gedaan dan? Kijk even of jij het nu nog kan met jouw. Even kijken of jou, want dan kunnen we misschien jou één keer proberen. Ik probeer het één keer. Dan ga ik bidden naar God, naar Satan. Nee, je wachtwoord is gewoon... Nee, maar dan hebben ze het gereset. Want het is echt het enige wat ik heb. Password. P-A-S-S. Shit. Moet hem even vanaf het begin. Ja, muis. Oeh. Klopt. De vraag is, dit beter dan Guild Wars 2? Het is wel heel anders. Het is wel echt een Elder Scrolls game. Okay. Wat dat betreft voelt het wel minder aan als een MMO. Dingetje, tik tegen. Oh, ja, nou dan doe ik toch even deze supercoole headset af. Ik kan er niet goed bij. Ik moet zeggen, hij strangled me ook. Ja. Strangle Beach. Kun je niet fast travelen naar een Way Shrine? Nou, dat is wel een goeie hoor. Vind je het nog leuk, Boris? Ja. Vooral dat inloggen, dat is echt vet. Ja. Dat doen jullie zo goed, jongens. Ah. Nou, dan gaan we even een nieuwe kerk. Ik ben alleen al psyched voor die muziek. Oké. Okay. Even kijken, ja, past er net helemaal op, maar... Create character. Ja, kijk, er zijn... Nou, kunnen we dat ook meteen doen? Een vampier. Mag ik zeggen dat ik wel echt een veel mooie versie heb gespeeld op de beurzen? Nou ja, maar de resolutie staat lager nu voor het streamen. Dat is veranderd behoorlijk nou, maar, wat. En misschien ook wel wat textures en shit of zo, ik weet het niet. Maar... Ja, nee, maar dat... Kijk nou, deze kat is namelijk gewoon echt een kat met een hoofd, met een lichaam. En de Khajiit zien er normaal veel cooler uit. Nou ja, maar dat is wel sowieso iets wat een beetje bij de Elder Scrolls... Maar ik heb ook een hele andere character customization gehad vorige keer. In een andere realm, niet bij een paarse dildo. Sandro96 vraagt, vraag aan Steven, waarom zit de Imperial ras niet standaard bij? Ik heb op veel sites gelezen dat het sterkste ras is. Kijk, daar is die. Ja. Fucking. Oh, dit is een ork. Ja. Dat is wel echt een discussiepunt geweest over de Imperials. Omdat ze inderdaad een extra racial trait hebben. Ja. Dus een licht voordeel. Het is echt minimaal. Maar wat? Ze kunnen harder slaan. Nee. Het is niet zo heftig als dat. Alleen. Melon. Dork. Je moet wel meer Oh, het komt zo meteen. Nee, iemand anders heeft dat geweldig... Iemand heeft fucking dork wel. Maar een ork heeft altijd zeg maar een apostrof in zijn naam, hè? D-ork. Ja, maar ja, je kan niet te ingewikkeld doen. Oh. Gaan we voor een... een Dragon Knight. Nee, niet deze shit. Je kan niet inloggen online is echt een vette game. Wat hebben we nog meer? We moeten even gewoon even kijken. Inlog online, ja. Wat is, ja, jongen, het ding wat zijn er nog meer voor classes? Ja, dat is een ding met die Elder Scrolls. Je hebt 4 archetypen waar je op kiest. Templar, de Dragon Knight, nee, de Sorcerer, Nightblade en de Templar. In deze character class, ja. Nee, je hebt 4 archetypen. En daarnaast is het ras dat je kiest, heeft bepaalde skills die je levelt. Hmm. En ja, okay. Het wapen wat je kiest, precies, levelt. Tuurlijk, dus ja. Je kan een mage met een zwaard gaan kiezen. En ja. Je kan een heleboel combinaties maken. En dat is wel een beetje... Ik vind het wel raar dat deze shit zo... Ja, natuurlijk de Dragon Knight. Met Dragon Armor, hopelijk. Maar dat hij er wat lelijker uitziet dan dat ik gespeeld heb. En dat was zelfs op een PlayStation 4. Ja, maar dat zijn gruwelijk. Dat zijn de settings, hoor. Als je alles op max zet, ja, okay. En op de hoge resolutie is het mooi. Ja. Maar dat is wel interessant, want het betekent... Waarom heb je niet fucking zijn wenkbrauwen aangepast? Ja, ik dacht, we hebben lang genoeg naar planning, sliders. Hè? Dat is mijn Ik ben letterlijk een uur bezig geweest met mijn character voordat ik ook, ben begonnen. Ik ook, toen ik op de Gamescom was. Ja, tuurlijk. Jullie zijn zo ziek in jullie koppen. Maar dit is dus een hele andere starting point dan dat ik heb gedaan, hè? Ja? Ja. Maar dat wil zeggen dat iedereen een andere starting point heeft. Nou, nee, dat deze beta zeg maar echt letterlijk anders is dan de demo's die ik heb gespeeld op bijvoorbeeld de Gamescom. Ja. Want namelijk, de echte Skyrim of de echte Elder Scrolls, die beginnen altijd in een prison. Ja, absoluut. Ja. Maar wat ik wel cool vind aan het principe is dat ik altijd een archer speel. Ja. Maar dat is simpelweg een kwestie van een boog kiezen als wapen. En dat ga je levelen met alle boog...
ja. skills die erbij zitten. Dat zat natuurlijk al in Skyrim al een beetje. Gewoon van wat je het meest doet, dat levelt het hardst. Ja, alleen nu kan ik dus, los van dat ik een pijl en boog kies, kan ik alsnog vrij kiezen welke van de vier ja. Classes ik daarbij kies. En de een heeft stealth, de ander, weet je, die Dragonite is weer wat sterker. Ja. Ik kan zelfs, weet je, een sorcerer kiezen met, heb je met een bal. Een magische vuurpaal. Ja. Dus ja, die vrijheid is er wel. Maar voor een MMO is dit wel grafisch iets wat gewoon... Ja, die lighting effects zijn bijvoorbeeld heel mooi. Ik ben alleen niet zo weg van de texture models. Of de models en de textures. Want die waren, toen ik ze speelde, echt tof. Maar dat zijn gewoon inderdaad de settings. En ook omdat we hem inderdaad eventjes op 27p zetten. Omdat we, het is een wereld omdat van het lekker is om te streamen. Ja. Full HD. Ja. Want dit ziet er al veel vetter uit ook. Dit ziet er vet uit. Kijk, Boris. Kettingen. Kijk, hier kies je je wapen. Alleen natuurlijk een dingetje op dit moment ligt er. Kutzwaard. Nou, dat hoort niet. Volgens mij moet er ergens ook wel een... Ik zou wel een tukkie kunnen doen, hoor. Een pijl en boog. Ja, maar een tukkie, hoor. Nee, niet teken. Teken nog niet. Niet teken? Nee. Teken. Wacht tot je de pijl en boog krijgt. Ergens. Je moet toch ergens wel iets kunnen vinden? Nee, dit gaat hem nog niet worden. Het moet zo meteen pas. Het eerste wapen dat dropt. Zoeken in games, zeg, het leukste wat er is. Ik vind dat dus wel. Ja? Ja, echt waar. Zelfs in Call of Duty, online potje, kijk ik nog achter dozen of er iets ligt. Te normaal. Er ligt niks. Maar dat vind ik dus het leukste aan gamen. Gewoon de wereld verkennen. Je weet toch aan de meeste games wel dat er niks is. Ja, maar toch. Dan hoop ik dat die gamemakers zo tof zijn dat ze wel iets doen. Hmm. En dat gebeurt inderdaad vrij weinig. Maar daarom speel ik ook voor RPG's. Omdat het daar wel loont om inderdaad achter elke deur te kijken. En achter elk doosje en dat soort shit. Dat is waar. Fight the skeleton warrior. Fuck you. Bam, strike him down. Shielden, jongen. Ja, precies. Bam! Ik zweer je, ik was laatst in de kroeg. Daar zat deze guy echt aan de bar. Ja? Ja. Had hij crack gebruikt? Waarschijnlijk wel, ja. Bam. Pak ze gold. Je hebt al een munt. Een muntje. Ja, en one hand kijk and wat er in bonecard zit. Ja, weet je? Ja, tuurlijk. Worms, die worms en crawlers. Allemaal meenemen. I like. Je weet maar nooit. Nee. Dus kan je wel wat worms en crawlers verkopen. Maar als jij dit allemaal ziet, als echte The Elder Scrolls spelen. Ja, ik irriteer me aan de hoeveelheid mensen die erop loopt. Heb je zoiets van, ga weg uit mijn game? Ja, heb ik wel. Behalve dus dat ik wel nog die game kan zien. Dat je ziet dat zeg maar, dat het in, kijk daar is je ding. Ja, dat is wat ik wilde. Ja. Je ziet gewoon nog steeds dat het inderdaad die Elder Scrolls game is. En dat vind ik nog steeds heel tof. En ik weet namelijk alleen niet hoe dat met de latere content is. Maar aan het begin is het gewoon heel erg nog steeds gewoon je eigen quest zoeken en dat soort dingen. Ja, nou het is wel, want ik weet nog toen ze in het begin de game aankondigden. Dat gaat het snel door die minuutjes, jongen. Jezus, je kan toch niet zo snel lezen, man? Nee. En wat nou als de kijker dat heel graag wil lezen? Ja, dan gaan ze zelf maar spelen. Jezus. Nee, maar ik weet nog wel toen ze de game aankondigden dat mensen in het begin teleurgesteld waren. Omdat ze toen vertelden, Bethesda, van ja, het is een MMO. Wel een redelijke traditionele MMO. In de zin van, je hebt gewoon dungeon groepjes met de standaard rollenverdelingen van een MMO. Ja. Een tank, een damage dealer en een healer. En je gaat wel gewoon moeten targeten op een vijand en dan je skills doen. Ja, ja. Maar dat is het allemaal toch niet geworden. Nee, het is toch wel eerst wat zag vrijer. Je ook alleen maar third person. En het is nu ook gewoon, weet je, kan nu ja, precies. Ja, gewoon ouderwets die Elder Scrolls. Echte Elder Scrolls, gewoon, weet je. Absoluut. Het ziet er vet uit. Ja, en wat je dus ook gewoon hebt, omdat ik met mijn character gewoon als archer speel, is dat je gewoon first person stijl gewoon met je cursortje zo aan het richten bent. Ja. En, ja, dat is vet. Ja, er is wel een game geweest die dat heeft geprobeerd, maar bijna altijd heb je gewoon dat je een vijand klikt en dan heb je hem getarget. Ja, dat is gay. En dan, nou ja, het is gay. Nee, want okay. World of Warcraft doet dat en dat biedt ook een heleboel voordelen. Ik vind het bij Diablo juist heel tof. Ja, het maakt het wel makkelijker. Je beperkt je variabelen. Ja. Nou, ben je first person game aan het spelen en dat is dan wat minder gewoon. Ja, nee, het is absoluut het richten wat het wel wat dynamischer maakt. Ik mis een beetje verhaal of zo. Ja, maar dat klinkt hij net door natuurlijk. Er is wel absoluut een storyline. Dat was zo tof bij Skyrim, dat je de hele tijd een soort van de cutscene naar de volgende cutscene ging.
Ja, dat wordt sterven. Nee. Ja, nee. Nee. Ontploffen, hè? Kijk uit, jongen. Ze ontploffen, man. Dat weet je toch? Living on the edge. Zo. In scope, VTW zegt Plants vs. Zombies Garden Warfare is ook ziek. Ik vind dit zieker, hoor. Oei. Het is wel jammer dat ze nu niet vol aan lip sync zijn. Maar dat is de Elder Scrolls normaal wel. Ja. Man. Door wie wordt er gecast dan? Goeie vraag. Maar er zijn gewoon nog meer mensen aan het quest hier. Dat sowieso, maar... Zijn er wel of geen bots hierin? Sommige guys hebben wel twee... NPC's, alleen maar vijanden. Maar ja. Niets wat... Niet wat met je speelt. Nee. 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 Dat zijn allemaal echte mannekes. En denk je dat dit groter is dan World of Warcraft? Qua servers en qua mensen online? Nee. Nee, World of Warcraft heeft nu voor het eerst... na een lange, wel hele langzame, maar daling in playerbase... zijn ze nu voor het eerst weer gestegen. De NL Fox vraagt, moe of saai, Boris? Je zit hier inderdaad wel een partijtje slapen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vind het... Dit staat zo ver van me af dat ik er heel weinig mee kan. Maar dan moet je gewoon... En het is niet dat ik het niet tof vind of per definitie niet interessant vind. Ik heb... Ja, ik weet het niet, man. Het staat gewoon ver van me af. Dat is wat ik bedoel. Maar dit is ook echt iets... Dit komt vooral over als je gewoon rustig zelf speelt en je de ervaring gewoon echt vol hebt. Dus gewoon, weet je, leest wat er wordt gezegd. En als je het zo ziet, dan krijg je het inderdaad gewoon niet echt mee. Nou, wat ik ook heb, is dit soort werelden. Ik vind het vrij generiek, weet je. Nou ja, dat is wel een interessant punt. Want daar wordt best wel wat over gepraat ook. Ik heb dat zelf ook met die Elder Scrolls. Als je het in je eentje speelt, maakt het niet zoveel uit. Want jij bent de enige held daar. Nou, maar de Skyrim was toch van een totaal ander niveau dan dit? Nou, dat verschil is niet enorm, vind ik. Ik vind het wel daar in lijn mee zitten. Ja, ik voel het wel. We zetten zalmen in het water, man. Ja, maar wat ik vooral jammer vind is dat... als je hier naar al die rassen gaat kijken... die character models gewoon qua bouw... het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Hmm. Het zijn allemaal mensachtige. Precies. En er zit alleen een iets ander hoofd op. Ja. En je hebt zelfs drie rassen die allemaal menselijk zijn. Ja, en dat is inderdaad... in de normale Elder Scrolls is het juist heel erg gedetailleerd anders. Weet je, nou, een Khajiit is echt een cat-like creature. En dat is hier een stuk minder. Want ik zei al, het is net gewoon een kat met een mensenlichaam. En dat is normaal niet zo. Ja. Zie je, nu klikt hij natuurlijk het verhaal door. Maar hoe is dat? Dat is toch wel altijd zo. Dat vind ik juist wel tof, dat Elder Scrolls altijd in die zin wat realistischer is tussen aanhalingstekens. Dus je hebt hier geen pandaberenvolk, weet je? Nee, maar tegelijkertijd, orks. Weet je... Je hebt wel orks, die vind je geloofwaardiger dan panda's. Nou, ze blijven heel erg trouw aan het genre. En maar als je een beetje op tempo speelt, weet je, en je bent gewoon... En iedereen is in armor, dan krijg je wel dat het op een gegeven ogenblik een beetje saai wordt. Kijk, deze guy heeft een pan op zijn hoofd en hij is dood. Ja. Is toch cool? Hij heeft wel een pan op zijn hoofd. Ja. En een luut. Hij heeft een luut. Een luut. Ken je de luut spelen? Ja, zeker. De luut. Ja. Kijk, dit is cool. RVDW19 zegt, ja, precies wat Boris zegt, vind ik ook. Daarom is het zo leuk om naar Game Kings te kijken. Je hoeft zelf niet na te denken. Nee, precies. Je zegt gewoon wat Boris vindt. Ja, wat Boris vind ik ook. Dat zeg ik namelijk thuis ook altijd. Ja, wat Boris vindt, dat vind ik. Heb je nog wat leuks gedaan vandaag? Ja, nou, wat Boris deed, vond ik namelijk ook tof. Ja. Titanborn. Kan nog niet, hè? Moet je er een spel doen? Moet je Fusroda? Below. Ik weet dat ik daar uiteindelijk ook naar binnen ga. Biertje. Ja. Jelle wil nog een biertje. Dus dan kijken ze vast naar de stream, dus dan komen ze wel aangerend. Kan natuurlijk ook, want ik begin het best wel warm te krijgen. Dat ik het hier is best wel warm. Ja, toch? Ja. Moeten de deur open doen, dan krijgen we wat ambiance geluid van buiten mee. Van mensen die alweer naar hun fucking huis gaan omdat het 5 uur is geweest. Didis CV vraagt, hoe komt het volgens Steven dat World of Warcraft weer aan het groeien is? Ja, omdat ik denk dat het aan de ene kant niet de hele tijd afneemt. Die discussie is best wel vaak van waarom mensen er dan klaar mee zijn. Dat is niet klaar, het golft gewoon. Nou, nee, want het is wel echt van een hoogtepunt van, nou, wat is het, 12, 13 miljoen. Ja, okay. Zitten ze nu op 8 miljoen, dus het is niet een kleine golf. Maar soms ben je er gewoon even klaar mee.
Ja. Want die game is er 10 jaar. En als je er even klaar mee bent, ligt het niet per se aan de game. Maar ja, als je net, weet ik wel, weer 1-2 jaar actief hebt gespeeld, ja, dan moet je gewoon soms even een halfjaartje of een jaartje niet spelen. En dan wordt het vanzelf wel weer leuk. Ja. En de expansion die er nu is, is qua content wel echt een van de beste die eruit is geweest. Dus, welke? Die Mists of Pandaria. Ja. Gewoon puur qua wat er... Maar dat is inmiddels hebben we het over een jaar oude add-on. Nee, ja, 5.0 is een jaar geleden uitgekomen en we zitten nu op 5.4. Dus okay. Er is wel heel veel content toegevoegd. Ja, okay. En, iedereen is licht verbaasd dat we hier nog niet doorheen kunnen. Net als net. Maar kijk, wat ik altijd heb, voor mij moeten dingen vaak in games duidelijk zijn, weet je? En dat je hier nu staat en niet daar doorheen komt... Dat is een beta. Ja, ja, is dat echt, zo? Ja, dat denk ik echt. Dat nou ja, een en een kwestie van met één oog spelen en niet opletten wat er gezegd wordt. Ja. Kijk, nu doe je het weer. Misschien zegt ze wel wat. Want doe nou eens dit. Ja, dat ze voorzichtig moeten zijn. Ja, okay, Olena zegt, je moet niet via die deur gaan, Steven. Olena, die weet het. Dat was handige informatie als erbij stond welke deur wel. Ja, Olena. Ja, Olena, welke deur wel? Olegne. Er zijn wel heel veel mensen die pleiten voor een andere game. Ja, terwijl het toch echt verschrikkelijk populair is, want je ziet dat ze online vooral nu... Kijk, yeah! Naar een paar games kijken. Ben jij ook of niet? Nee, ik heb nog die... Bruine Jetser. Daar kom je minder... Laat mij even, dan kun jij even... Dan ga ik even... Dat vind ik het wel. Beste idee tot nu toe. Ja, ik... Hier, gewoon Kate niet aan mijn biertje. Jij hebt dus deze. Was. Oh, moet ik dit op hoofd? Ja, hartstikke dat. Het is ook wel... Dit is vet. Kijk, dat is waarom je niet op de bank... PC-game speelt. Precies. Ja. Kan je er geen ik ren die kant op. Kom jij daar van boven of niet? Ik zie het al. Daarboven is het inderdaad. Aan de zijkant. Dat zie ik gelijk. Steven? Sorry? Jij was zo van het game met controller. Nou ja, wat natuurlijk wel belangrijk is. Kijk, die beta die is gewoon op de PC. Ja. Maar dit wordt ook gewoon keihard een console game. Ja, wel een paar maanden later. Ga je daarop wachten of ga je de PC? Nee, ik ga absoluut de PC-versie spelen. Maar je ziet wel al... dat hij rekening houdt met het feit dat hij ook met de controller gespeeld gaat worden. Ja. Want ik had het er met Marcella over in een World of Warcraft item dat we hebben opgenomen. Ja. World of Warcraft begon een tijd geleden dat je per class had je ongeveer 40 skills die je gebruikte tijdens het spelen. Dus dat waren 40 keybinds. Ja. Ja, dat kan je niet op een controller doen. En die Elder Scrolls heeft er 6. Oké. Okay. En dat kan dus wel op een controller? Ja. Ja, dat is ook precies waarom die de 6 heeft. Ja. En naar rechts. Ja, maar ik wil even in het ding staan. Dat wil woehoe! Het stomme is ook, als ik er naar kijk, dan weet ik meteen waar die deur is. Hier? Nee. Nee. Is het hier? Nee. Ik wil wel even kijken waar dit blauwe ding is. Het is een blauwe ijsding. Cool. Hier. Dat is maar daar naar boven. Ik zie een chest. Hier zit de sleutel in, of niet? Nee. Kijk, een Iron Greatsword. En hoe pak ik die nu eventjes switchen? Ja, en dan op I? Maar die gast met die pot op zijn hoofd zit. En het ding is dat... Kijk, je kan er ook niet zien. Je kan er ook op dubbel klikken. Ja, de resolutie. Je ziet niet het volledige scherm hier op de tv. Alrighty. Maar World of Warcraft die gaat ook snijden in de hoeveelheid abilities. Dus je ziet wel dat het een trend is dat MMO's niet meer 40 skills hebben per class. Maar dat je toch met wat minder moet doen. Come on, give me that shit. Het duurt een beetje lang. Krijg ik hier een wand? Nee, een staff. Een Inferno staff. I like staffs, man. Maar je bent geen sorcerer. Ah, nee, kut. Maar dat maakt niet uit in principe, toch, zei jij? Nee, maar dan ga je lopen... Waar is die fucking deur? Ga je lopen mappen met een staff. Nimokro vraagt... Steven, denk je dat de PlayStation 4 touchpad geïntegreerd gaat worden met de Elder Scrolls Online? Het zou wel slim zijn, toch? Ja, ik weet niet. Heb jij een PlayStation 4? Ja. Is dat die touchpad, is dat echt iets wat cool is en wat werkt? Ja, dat werkt echt als een trein. Alleen is er nog bijna geen game die het gebruikt. Behalve Killzone, maar daar was het ook weer niet heel functioneel. Je zei dat je het wist waar de deur was. Het is, maar die guy met die melon. Jasperino vraagt wie die guy is met die frituurpan op zijn hoofd. Nou, dat is iemand die alleen bij die openingsquestlijn tegenkomt. Oh, je voelt je aangesproken. Ja, ik weet niet. Lelijke pet van je. Ik dacht, het kan ons alle drie zijn. Er is echt geen fucking deur te bekennen hier. Ik ben blij dat we dit maar een half uurtje spelen, zeg. Kijk, daar is hij weer. Wat is dit nou weer voor golem?
pads. Hier. Wat trouwens wel een ding is, als je een beetje gaat vergelijken met de gewone Elder Scrolls qua archery. Wat je bijvoorbeeld merkt als je een bepaalde skill hebt, een bepaalde pijl die je kan afschieten, een poison arrow. Is dat als je normaal gesproken altijd kan schieten in die Elder Scrolls, omdat het gewoon... Je kan schieten. Ja. Is het wel hier zo dat hij berekent van, hey, je vijand is te ver en dan druk je op die skill en dan schiet je niet. Jezus. Dus dat is iets waar je wel merkt dat het wat minder MMO of wat minder die Elder Scrolls gewoon RPG is. Nou, en omdat er elke keer, net zoals guys, net zoals ik, zo Maar het lijkt, weet je, als je het speelt, soms vergeet je dat je niet de gewone Elder Scrolls game aan het spelen bent. En dat is op zich heel knap. Maar dan zijn er weer van dat soort momentjes dat je merkt dat er toch bepaalde banden zijn waaraan de acties zijn gelegd. Is dat de deur? Nee, dat is nog steeds... Nee, dat is waar ik net tegenaan stond te lopen. Als dat is waarschijnlijk de deur waar je vandaan komt dan. Daar kwam je net van boven. Ja, dat is ook dus als je nou gewoon die kant op... Jelle, misschien daar naar boven. Muts. Welke coole muts heb je dan? Ja, ik heb een fucking sicke muts van Seattle 1838. Kijk, dan loopt een krabbetje. Wat? Een krabbetje. Seattle 1838? Ja, van Infamous. Kijk, dan loopt een krab. Oh. Dat is toch cool? Een krab. Maar is dat zo'n minion? Job. Wee. Ja, dat is, maar waarom als je hier niet naar links kan, dan niet. Ben je verkeerd. Dat is een flinke kijk krab, hoor. Die krabbetje, dat is een goede krabsoep. Naar links, kijk eens naar de rechts. Druk op M voor map, zegt iemand. M voor map. Oh, weet je wat ik wel inderdaad niet heb gedaan? Kijk, ik ben gewoon level up. Is namelijk gewoon kijken naar de pointer die daar. Ja, nee, maar dat zei ik al. Maar als je alleen... je moet helemaal via dat water, ja. Oh, god. Oh ja, zegt hij nu. Ik ga nu eerst even omhoog om te kijken wat er is, überhaupt. En hier even shit pakken. Je weet dat je full retard gaat als je aan het spelen bent terwijl je praat en dingen doet. Hier, er is gewoon iemand dood hier al. Ja. Hoe groot wordt het? Wordt het groter dan Age of Conan? To resurrect, dat doe ik gewoon. Consumes Paddy Soul. Ik heb geen Paddy Soul. Ja, maar je moet terug, naar beneden. Geef me dan, de corpse naar beneden. Rapen. Dan wil ik de corpse rapen. Nee. Hier zijn ook allemaal mensen die kluwen staan van... Ga naar beneden. Grappig dat niemand op die fucking minimap kijkt gespringen. Nee, waarom zou je doodgaan? Nou, gewoon om te kijken of dat kan. Misschien was ik wel tyfus sterk. Heer. Oh. Oké, naar beneden. Ja. Naar het water en nu weet ik het ook wel. Van links. Yonder. Way down yonder. Wee. Wee. Maar je bent ongeveer een drie kwartier bezig voordat je uit deze realm crap komt. Want je bent niet alleen... ondergronds, je bent in een andere realm. Wat bedoel je? Dit is een andere realm? Ja. Of in die boot bedoel je? En aan het eind van deze shit, dan kom je gewoon in Tamriel terug. Oei, dat wil ik wel. Ja, maar dat gaan we niet redden, hoor. Nee? Ook niet als ik nog moeilijk aan het beuken ben? Ja, we gaan dit niet. We hebben 20 minuten lang niks gaan. Bam! Je steelt mijn shit niet, jongen. Precies. Maar wat ik zei over die... die character models, dat het allemaal heel erg op elkaar lijkt, ongeacht welk ras je neemt. Ja. Als je met detail gaat kijken, zie je het wel, maar tijdens het spelen ga je dat gewoon niet zien. En dat vind ik wel zonde, want in een heleboel andere games is het zo herkenbaar wat voor ras of wat voor class je bent. En hier heb ik dat wat minder. De game ziet er opeens een stuk beter uit. Precies. En zeker als je dan, weet je, van die... large-scale PvP krijgt aan het eind. Dat je met 100 man... Dat vind ik tof. Weet je, daar ga ik niet voor gaan, zeg maar. Nee. Weet je, ik wil dit. Nou, die fucking crate is dus empty, wat niet cool is. Schiet hem even in zijn hoofd anders. Ja, dat probeer ik, maar het was een beetje lag. Ja, Jezus Christus. Wat is er nou? Hij spant ineens voor mijn snatser. Bukake. Zegt? Iemand zegt dat ik dat random moet zeggen. Zijn dit dwarven... nee, dat zijn geen dwarven runes. Zijn dit toch Dwarven Runes? Laat me die guy. Control to sneak. Ja, kut. Vol in een trap. Vol in een trap, ja. Echt heel dom van mij. Kijk, ik ben hidden. Waar moet ik heen? Naar dat icoontje van... Ja, ja. En welke kant op, hè? Kijk, hier heb je chests. Ik hou dus van chests. Sucker voor chests. Hier heb ik een tin broth. Ik weet niet of ik iets tin. In een tin broth heb. Gewoon meenemen. Een Iron Mace, dat is ook cool hoor. Hier zit money in. Natural water, ook goed. Kijk nou. Dit ben ik. Ja, je kan hem ook even naar achter scrollen. Dat is waar. Een urn, er zit altijd money in de urn. St-
Steven, ik heb dit letterlijk in 5 minuten gespeeld. Gewoon gelijk naar de objectives, zegt Ferry Entertainment. Ja, maar dat is dus geen RPG, vriend, hoe je dat speelt. Je moet gewoon kijken naar wat er nee, als je inlogt en je hebt je character gemaakt en je komt in het spel, dan ben je niet binnen 5 minuten in Tamriel. Dat sowieso niet. Hoe lang ben je dan? Maar je hoeft er absoluut geen half uur, 3 kwartier over te doen. Maar dan ben je er wel echt inderdaad doorheen aan het rushen. Maar dit is gewoon wel de tutorial, toch? Of niet? Ja, ja, een soort van. Het is inderdaad de opening. En het is eigenlijk in iedere Elder Scrolls zo dat je op deze manier begint in een kerker. Dat het zeg maar niet met allemaal mensen is, weet je. En dat irriteert me gewoon mateloos. Ja, maar dan denk ik dat een MMO niet voor jou is. Want dat hele ding met allemaal mensen... Ja, daarom ben ik ook gestopt met World of Warcraft en dat shit. Omdat ik op een gegeven moment door had van, wat zal hier nou liggen? Niks. Weet je, dat ik dacht van, nou oké, weet je, fuck al die vervelende mensen die voor me staan te springen en allemaal dingen van me willen. Ja, prima, maar ik wil gewoon omhoog. Ja, en toch is het wel de charme ervan ook. Ja, ik heb dus dingen gespeeld die vond ik veel toffer dan dit. Dat was ook in Skyrim. En niet hier in deze fucking MMO crap. Hoe heet deze wereld? Dit is een of andere Netherrealm, denk ik. Ik zie Tomb staan. Oh, het is een Netherrealm. Ja, wat is het, Steve? Het is niet een Daedric thingy. Nee, je bent... wat was het nou? Je bent... Stream. Wel, doet wel. Waar is de prophet? Ik wil de fucking prophet killen. Maar je moet met Lyris praten, die chick die de hele tijd achter je aanloopt. Dat wil ik dus niet. Ja, maar dan ga je niet verder komen, want dat is letterlijk je objective. Ik wil boeken lezen. Ik wil boeken lezen en shit. Waar is die sletsen nou? Wat staat hier, Steve? Wolfje zegt, Jelle had van de Harry Manchests. Waarom? Ik heb zelf een Harry Manchest, maar waarom zou ik er zelf van houden dan? Ik denk dat Wolfje het zelf net ontdekt heeft. Dat ik en dat heb? Nee, dat hij... Zijn eigen Harry Manchest. Harry Manchest. Ja. What do you mean? Why are you? Do what you must. I'll keep him safe. I understand. Shambhala wil dat ik nu heel hard zeg baby's met AIDS. Wauw. Ik weet niet. Ja, ik ook niet. Het is vet zielig, man, baby's met AIDS. Kijk, ze zitten toch in een Daedric. Ik wist het wel. Wat is een Daedric? Daedric, dat zijn de fucking, dat zijn de demons. De realm uit Oblivion. Ja, dat zijn gewoon de demon world is dat. Dat is gewoon de scary shit, Boris. Dit is als je naar de hel gaat in Elder Scrolls, dan zit je hier. En dan staan er allemaal Dark Mauls voor je gezicht. Ik heb hem... Nu gaat het licht uit en dan de fucking prophet. Completed, return to Lyris and observe the exchange. Wanneer wordt er Gewat? Gesiegeld. Kijk, ze komt klaar. Zij gaat nu in zijn plek in de queue. Ja, zij wel en ik dan. Ik wil weg. Ja, maar zij gaat niet weg. Zij gaat voor eeuwig daar blijven nu. Waarom? Dat hij eruit, zij erin. Bam! Schiet de kankerflikker. Dood. Flats. Ja, duurt wel lang deze. Dat is de prophet, hè? Ja, de prophet. Daarom, fucking prophet. Die oude kutflikker. Zonder ogen. Jullie zijn er al in gestart om maar liefst 80 kijkers weg te jagen. Met jullie saaie shit. Vestige. 80? Ja. Van de? 340. Anchor? Die anchors. Dat is wel precies dezelfde voice actors. Je hoort het gewoon. Ik ga nog een keer met hem praten. Dan zeg ik goodbye. Oh, ik zeg de fik. Zie ik dingen vliegen en zo. Ik wil ook gaan... Nee, er is niks. Steven, zie jij jezelf dit langer dan een jaar spelen? Oh, yeah, bitch! Heel goed. Het gebeurt me vaak, hoor. Nee. Maar ik kan verrast worden, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. En dat is natuurlijk met iedere MMO een beetje de valkuil geweest. Is dat als je het maximale level hebt gehaald, ja, dat er niet genoeg te doen is. Ja. En ja, ik weet niet... Er zit een maaltje meer in. Dat is wel weer een heel uitgebreid onderwerp. Maar ik weet niet of de manier waarop ze deze game hebben opgezet zich echt ontleent. Dat weet je gewoon nog niet. Nou, maar omdat je niet... Er zijn zoveel variabelen in hoe je class kan opbouwen. Nou, omdat en met je raskeuze level je skills en met je wapenkeus en met die 4 archetypen. Ja. Dus de PvE content, weet je, dat je met een groepje een dungeon gaat doen tegen de computer, die is niet echt te fine-tunen. Omdat je hebt zo verschrikkelijk veel verschillende type personages die daar doorheen kunnen gaan, dat kan je nooit balanceren. En ja, die endgame, wat je gaat doen op maximale level, die lijkt dus ook vooral op PvP te gaan draaien.
En ik vind dat heel leuk, maar het is wel een feit dat het merendeel van de MMO-community, het populairste is PvE. Ja, dus met een groepje samen een dungeon of een raid doen. En dat gaat hier niet heel uitgebreid zijn. Dus ik weet niet hoeveel mensen hier endgame... Er is, misschien gaan ze het toevoegen, maar in eerste instantie, nou, helaas. Dat is Diablo, bitch. Ja, er gaat niks spannends gebeuren. Maar het ding is dat... Maar ze hebben ook nog gerust... Kijk nou, ik ben fucking aan het rollen hier, dat ken ik niet. Je moet alleen, die even kapot schieten. In zijn fucking achterhoofd met zijn pitchback. Nu wil je een Titan. Oh. Dan geef je gewoon echt een draai om je oren gewoon. Kijk, schuine achterrollen, dat soort shit. Waarom loopt hij in slow motion? Come on, come on. Waarom doet hij dat af en toe niet? Oh, omdat mijn fucking stamina op is natuurlijk. Ja. Tjong, ik speel weer eens een tijdje... Het is lang geleden dat er MMO is of dat er een RPG is uitgekomen. Want ik loop hier gewoon mijn stamina op te maken. Woep. Je kan ook weer first person, hè, als je het fijn vindt. Ja, dat is wel waar, ja. Child of Bones. Steven, cool. Wat is je arena rating? Nou, ik doe op het moment geen serieuze arena. Af en toe gewoon een paar potjes voor de punten. Maar ik heb geen team waar ik dat actief mee speel. Nice! Laatste keer dat ik dat echt heb gedaan, of dat is eigenlijk alleen een heel jaar lang geweest in de Burning Crusade. Okay. En toen betekenden de ratings wat anders. En toen ben ik tot 2200 gekomen. En dat was destijds was dat wel hoog. Nu is dat niet meer heel extreem. Maar dat heb ik destijds gespeeld. Oké. Ready. Maar wat ik wilde zeggen is dat ze natuurlijk ook al in een lastig pakket zitten. Omdat ze de potentiële Elder Scrolls spelers iets moeten gaan bieden. En de potentiële MMO-spelers iets moeten gaan bieden. Ja, en ik heb het idee dat ze meer... De Elder Scrolls spelers ja, iets bieden. Dat heb ik dus niet. Wat ik nu voel, niet. Je voelt iets anders. Ja. Wat ik nu voel is toch wel heel erg MMO-y. Omdat het gewoon iets minder... God, ik zit vast op een kist. Iets minder verhalend is en meeslepend als dat het normaal is. Mag ik dit pakken? Ja dat supercool. Mag. Supercool. Ja? Ik heb zin in die game die we volgende week gaan spelen. Welke gaan jullie doen dan? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Ah. Weet je dat zeker dat niet mag? Jawel. Infamous, Second Son. Ja. Daarvoor heb ik dus die muts. Ja. Infamous Second Muts. Waarom heb ik geen Infamous Second Muts? Omdat ik de lucky one was die toevallig dat pakketje pakte. Moet je de GameCube extra kijken hoe dat ging. Ja? Je hebt het gewoon gegraaid. Nee, het was een heel natuurlijk proces. Wiens naam stond er op het pakketje? GameKings. Met? Ter attentie van? Dennis de Bruin. Ja, en... U? Hè? Zag je dat, wat hij deed? Hij ging daar in de lucht staan, ik volg hem en ik ga dood. Dat is niet cool. Zag je dat? Nee. Je zag het niet. Nee, nou, kijk maar het is vast precies zo gebeurd. Kijk maar terug op de stream hier. Gelukkig zit daar wat dingen in. Kijk hier nu die Sky Shard, terwijl ik eventjes die kant op ga, hoor. Maar... Dat is een Sky Shard. Zie je, kijk, sterker nog. Ah ja, ik moet gewoon die fucking... Ah, je sprong er gewoon Ik ben in. Nu al in Tamriel, hè? Ik ben nu al in Tamriel. Je zei dat het 3 kwartier duurde. Half nou, ik uur? Doe dat toch in een fucking Hoe lang denk je dat wel zitten? Ja, 10 minuten. toen ik eenmaal de deur had gevonden, toen duurde het 10 minuutjes. Maar ik heb ook, toen ik ging spelen dat stuk met die rivier... Ik heb alles gekilled wat ik tegenkwam. Ja, de hele tijd. Omdat ik gewoon... Heb je geleveld toen? Ja. Heb je gegrind? Ja. Ik dacht, was je al level 6 Doe ik alvast gewoon even een stukje. Ja, doe je alvast. Nou, dat is het wel. Dat is ook eigenlijk gewoon slimmer. Ik wil deze rucksack checken. En al Mokro vraagt, Jerry. Gaat Steven meer integratie met de kijkers krijgen? Integreer je wel genoeg? Ja, integratie met de kijkers, Steven. Ik weet niet precies wat dat betekent. Ik ook niet. Ik wil geen seal urn. Alleen vraagt, waarom wordt er niks over de volgende dingen van ESO gezegd? Het vampire en werewolf worden... De skills, wapens, swapping, starting arenas, starting areas. Waarom denk je dat we geen idee hebben nog, toch? Nou ja, het kan wel. Je hebt sowieso de mogelijkheid om meerdere wapensetjes te maken. Dus je kan swappen tijdens combat. En omdat je wapen zijn eigen skillset heeft, verander je daarmee ook je skills. Dus dat is redelijk flexibel tijdens het spelen. Is dat een jelly move? Maar hoe kun je dan een vampier worden? Of een Kijk een nou.
Nou ja, dat zijn natuurlijk twee verhaallijnen geweest in de vorige Elder Scroll games. Kijk, hier lopen dus iemand een goblin te neuken. Ja. Ik ga eens even kijken waar ik ben. En starting areas. Je hebt drie facties. En die zitten alle drie om het grote middengebied heen. Cyrodiil is het middengebied en dat is echt het PvP-gebied. Waar is dit dan? Devon's Watch? En de drie PvP. Maar je kan nog verder uitzoomen. Nee, dat dacht ik wel. Ja, kan je niet ergens op klikken? Nee, in de map zelf. Rechtermuisknop of zo. Want not so much. Alle opties die vallen een beetje buiten beeld door de rest. Ja, dat is het gewoon. Iemand wil heel graag weten, Steven, als je tussen de Elder Scrolls Online of Wildstar moet kiezen wat je dan kiest. Ja, nou, dat is echt letterlijk, als je op fora gaat kijken nu, dat zijn de twee games waar iedereen naar kijkt, weet je, ja, die op zoek is naar iets nieuws op MMO-gebied. En het zijn zulke andere games. Want ja, dit is dus veel serieuzer en realistischer qua toon dan een World of Fuck Warcraft. Nord. Wildstar is nog veel, veel meer comic-stijl. En ja, het enige wat ik... Maar het is allebei nog heel vroeg, want het zijn allebei beta-tests. Ik vond wel de characters en de classes van Wildstar meteen leuker en interessanter dan van The Elder Scrolls Online. Omdat het minder serieus is. Nee, omdat het wat... Het zijn allemaal wat karakteristieker. En dat vind ik toch wel belangrijk, dat er heel veel verschil tussen zit. En dat, in World of Warcraft heb je dat ook. Als je al heel lang met een bepaalde class speelt en je vecht al heel lang tegen de anderen. En dan op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, fuck man, die, weet ik veel, die warriors die zijn toch wel heel erg cool. Want je ziet ze altijd met hun skills te werk gaan in PvE of in PvP of een mage of whatever. En dan wil je er zelf ook toch wel een keer eentje spelen. En ja, hier zit er nog net even wat minder verschil tussen al die dingen. En aan de ene kant is die flexibiliteit cool, maar... Ja, ik vind het ook altijd wel wat hebben. Ja, ik snap dat ze een ontwikkelaar een afweging maakt. Weet je? Aan de ene kant is het tof als je al die verschillende characters hebt. Aan de andere kant, je wil ook wel gewoon even die game doorrammen. Weet je? Niet de hele tijd zes verschillende characters van level 90 hebben. Ja. Ja, wat dat betreft heb je hier wel wat meer ruimte om later in het spel gewoon te zeggen van... Hé, ik ben die pijl en boog zat. Ik pak een zwaard en ik ga dat zwaard nu sterker maken. En dat kan op jouwzelfde character. Dus dat is wel cool. En Wildstar is wat traditioneler. Ja, en ik heb daar een begin gemaakt. Maar misschien, als het ooit relevant is, dat we daar gewoon een keertje naar kunnen kijken. Want ik weet niet hoe het precies met die NDA zit van Wildstar. Ja, ik ook niet. Dus ik weet niet wat we wel en niet mogen zeggen. Wie doet die game ook weer? Hij is van NCSoft. Ja. En die hebben natuurlijk al heel veel MMO's gemaakt. Waarom kan ik geen bloemen plukken, jongens? Ik denk dat het geen shrooms. Een beetje te ver gaat. Nou, niet in de normale Elder Scrolls. Nee, het zit er wel in, maar je kan niet zomaar alles pakken. Maar je hebt gathering professions. Fat bitch on a horse. Hoezo hebben ze een horse? Ik wil ook een horse. Ja, dat krijg je wel later, want je hebt ook gewoon mouse. Geef me fucking deze shit. Dragon child. Hier, waarom is dit? Oké, ik ren er gewoon naar buiten. Gewoon doen. Iedereen heeft hier een fucking partner, of ik. Kijk, daar moeten we heen. Hallo. Niet de ginger schieten. Bam, sledge. Oh. Sledge! Je schiet de ginger. Kijk, dat verdween niet. Dat was iets groots, hoor. Kijk, dat is een hele dit is dus Morrowind, of niet? Met deze grote shrooms. Dat zou zomaar kunnen. Vet. Het ziet er ook net zo uit namelijk als Morrowind. Het is precies dezelfde grafische engine als Morrowind. Nou, nee, niet ik vind het meer nee, het in de buurt Oblivion, van Oblivion zitten. Kijk, kill it with fire. Geef me jouw shit. Give me all your shit. Ja, dat is wel een ding. Ja, dat kan niet in MMO's. Andere mensen hun shit jatten. Nou, sommigen wel. Maar die zijn niet zo. Die zijn redelijk populair in de commerciële dingen. Is het toch wat meer dat je shit altijd baart. Ik kan namelijk nog wel in de normale Elder Scrolls kan ik al een shit jatten wat ze droppen. En dat vind ik het leuke. Endless shit te jatten. Completed. Kijk, search hem. Maar ik vind Malie nooit kijk, zo weet lekker je wat het ding is? In, hij heeft hem net gesearched. Iedereen hier die searcht hem nu. Ja. En ik heb datzelfde kutbriefje te pakken. Dat vind ik dus ongeloofwaardig en niet tof aan MMO. Iedereen heeft dat ik maar was ja, de eerste luister. Geweest die... Ik had nu dat nood meegelegd. Ik ga hem niet terugleggen op zijn lichaam. Als je zo nood. gaat nadenken, dan, ja, maar dan kan zijn je MMO's ook, niet kan cool, je ook ja. de Elder Scrolls gewoon offline kan je ook uit elkaar halen. Dat is niet waar.
Want er is niemand die daar, zeg maar... Dat, ja, maar daar, als je het over iets vinden dat ongeloofwaardig is. Het ligt er maar net aan op welke schaal je ernaar kijkt. Nee. Hey, jongens, ik vond het echt ontzettend. Jij kan niet wachten, hè? Ik kan echt niet wachten om dit te spelen. Moeten we hem aan laten staan voor je? Ja, je even ja. En als je nog een paar beta-codes voor me hebt, dan hou ik me aan. Dan weet je wel wat er moet gebeuren. Ja, hier is de chat. Veel plezier ermee. Doei. Mannelijk bal. Hij zit er gewoon in. Ik heb een relic. Boom! Misschien wordt weggeblazen. Daar is hij. Kill it! Gewoon voor awkwardness reasons. Misschien dat we iets verder uit elkaar moeten zitten nu. Oh ja. Ja? Oh, kut. Met bier. Ah! Kut, shit. Dit ding is te zwaar, namelijk voor de wereld. En nu zitten we ook gestrangled, gestretched. Mogen we een doekje? Ja. Staat hier van alles. Toch, misschien was het voor awkward reasons niet een heel goed idee. Nee, ik denk nog steeds dat we uiteindelijk winnen. Ja? Ja. Het is wel minder warm. Best wel nat. Ja. Maar je hebt nog wel de helft van die bier gejat. Of gered. Ja, en ik heb die van mij nog. Ja. Kijk maar, Jelle, kijk. Dit was niet goed. Ja, maar hij loopt vast nu, dat is jammer. Dit is namelijk ook heel dangerous wat ik nu aan het doen ben. Oké. Nee, maar kijk. Alright. Jelle, dit was too close. Dat was niet goed geweest. Nee, kijk, ik zie het nu. Er gebeurt echt van alles hier. Hoe laat is het? Het is 17 over 6. Nog een kwartiertje dan. Tot half? Nou, nu kunnen we het wel serieus over de game hebben. Ja, ik zat net al eventjes, toen ik zeg maar met mensen moest gaan praten en ik eventjes de andere mensen in mijn beeld wegdacht, toen dacht ik iets van hel, ja. Nou, ik heb dat nu ook. Als je hier zit te spelen, dan registreer je het half. Want je bent wel aan het spelen, maar je bent bezig met wat de gasten naast je zetten. En dat er een camera staat en dat je ook nog iets zinnigs moet zeggen. Dat is goed. Bij mij was dat op een gegeven moment was dat even weg. Ja, maar als je dit gewoon, weet je, als je rustig thuis gaat zitten, spelen, 's avonds, weet je, in alle rust. Dan is het een andere ervaring. En als je ook gewoon even leest en je map inderdaad checkt. We hebben nog niet eens, weet je, skills geactiveerd. En nee, er zitten best nog wel... We hebben allemaal journal... Alt. Ja, wat is die in die? Skills. Kijk, dat zijn je weapon skills die je dus kan upgraden. Destruction staff. Armor. Soul magic. Ja, er zitten leuke opties tussen. Dus ik heb wat regenerative magics, wat altijd goed werkt. Ik heb met mijn pijl en boog heb ik mijn gewone damage attacks. Ik heb ook van die dots, dus damage over time, weet je die? Ja, gewoon, ja. Maar ook een hele goede root, dus dat je vijanden vastzet. Dat is cool. Dus ik heb met mijn build, zoals ik hem heb nu, heb ik eigenlijk al dat ik gewoon op afstand iets kill zonder dat het bij me kan komen. Kijk. Ik heb die poison arrow bijvoorbeeld, die daarboven. Nee, ik ben meer voor de volley. Ja. Ik heb nu net Jasper... Oh nee, trouwens. Dat is een nieuwe character. Cool. Wat hebben we nog meer? Maar het zijn wel die combinaties die het ingewikkeld maken qua balance. En dat is echt het enige waar ik me zorgen om maak. Is dat ze daardoor gewoon bepaalde type content niet kunnen gaan bieden. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het zo... Nee, maar dat is echt iets, weet je. Als je serieus World of Warcraft hebt gespeeld. Of een andere MMO die heel goed getuned was op groepen van 5 tot 10 en 25 man. Ja. Dan weet je dat ze zo'n boss, weet je, helemaal afstellen op hoeveel damage de verschillende mogelijke samenstellingen van groepen kunnen doen. Ja. En dat kan hier gewoon niet. Waarom niet? Ja, omdat er te veel mogelijkheden zijn. Die marges zijn gewoon te groot. Dus als ze het... Ja, maar ja, gaan ze dat op dezelfde manier opzetten, toch? Nee, maar dat betekent dat als je, weet je, voor de gewone standaardopstelling... als ze daar tunen en het blijkt dat er gewoon, weet je, met bepaalde combinaties... dat je zo sterk bent, dat als je met een groep gaat met alleen maar van dat soort damage dealers... dat je overal gewoon doorheen blaast. Maar waarom is dat hier dan wel zo en dan in World of Warcraft niet? Omdat je daar minder variabelen hebt, want je kiest een mage. En dan heb je wel opties om zo'n type mage of zo'n type mage. Maar je bent altijd een mage en je doet altijd op jouw manier damage. Ja. Maar hier, je kiest een sorcerer, maar
ja, wat doe je erbij? Nou, deze rassen die hebben die skills. Ja. Maar met dit wapen erbij heb je nog eens een keer hele andere skills. En ja, het is, weet je, het is exponentieel de hoeveelheden mogelijkheden. Maar daar gaan ze wel iets mee doen, toch? Dan gaan ze toch wel gewoon iets... Nou ja, op het moment weet ik dus niet of PvE in de vorm zoals dat tot op heden populair is geweest in de MMO-community, of die in die vorm aanwezig gaat zijn. Nou, ik in denk die eigenlijk Scrolls. Misschien minder in groups, omdat het toch inderdaad die Elder Scrolls game is. Dat het gewoon minder groepen is en gewoon lekker... Dus wat voor mij chill is, in mijn eentje. Ja. En als je met andere mensen wil spelen, ga je PvP'en in Cyrodiil. Maar dan is de vraag... Ja, maar dat is ook niet... Weet je, ja, wat ik zeg, PvE-content is het populairste in MMO's. En... Maar PvE is nog steeds niet people, maar gewoon jezelf in shit. Ja, ja. Nou, ik hoop het. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, weet je, hoeveel er gaat zijn aan mogelijkheden. Weet je, je wil... toen ik zei van World of Warcraft op het moment in Mists of Pandaria is qua content het beste. Daarmee bedoel ik, er is zo verschrikkelijk veel te doen. Ja. Maar je kan echt alle kanten ermee op. Je hebt gewoon de 5-man dungeons die je in challenge modes kan gaan doen. Die zijn heel uitdagend. Dat is echt een tof iets om je mee bezig te houden. Kijk, hier is het los hoor. Je hebt verschillende gebieden die nog steeds actueel zijn qua vijanden en qua drops. Kijk, hier is het dus een beetje te moeilijk voor mij, lijkt het wel, want... Nee, joh. Maar je moet... Dat kan ik wel hebben, inderdaad. Ja. Maar goed, je hebt helemaal geen skills gekozen, dus dat is ook iets waardoor je nu een beetje achterloopt. Ik heb één. Ja, die volley, maar die gebruik je niet eens. Nee, nu niet. Dat is het stomme van mij. Is dat ik altijd een beetje terughoudend ben met het gebruiken van maar dit... shit. Oh, nee, joh. Maar dit werkt ook niet met, weet je, halve aandacht. Nee, precies. Maar wat ik zat te denken is eigenlijk, wat ik het sterker vind natuurlijk vind aan deze shit... is, sletje, is dit. Gewoon nu de wereld inlopen om te kijken wat er is. Ah ja, en die wereld, weet je, ik vind het echt super goed gedaan. Absoluut. Ja. Maar daarom heb ik ook geen twijfel of ik The Elder Scrolls Online ga spelen. Ik weet alleen niet hoe lang ik het ga spelen. Ja. Nee, true. Ik weet zeker dat ik het ga spelen en dit is echt magisch, weet je. En als je dit... Ja. Ik zit erin. Ik ben nu op dit moment aan het exploren. Dus nu al die sappies die op diezelfde plekken lopen. Ja, fuck ze hier. Ik heb een fucking steamfound cavern en ik ga naar binnen. Nee, maar dit ziet er super mooi uit allemaal. Weet je, dit is gewoon een toffe sfeer. Hier. En als je dit nogmaals grafisch mooier speelt dan wat het nu staat. Ja, nou, maar dat staat. Heb ik wel echt gedaan. Namelijk. En zelfs is die PS4-versie die ik waarschijnlijk ga spelen. Omdat ik niet die hele sicke shit... dan moet ik natuurlijk wel uitkijken dat het gewoon een guy is van level 8. Nee. Wat is dat dan? Nou, daar gaat een volley. Dat is je volley. Oh, dat is een clothier. Dan give me some clothiers dan. Nee, ik heb niks. Dat is wel jammer. Nee. Maar je hebt ook wel de standaard quests als je dat gewoon gaat spelen in je eentje. Qua missies, weet je, met een disguise vinden en een dorpje infiltreren. En dat soort shit zit er wel gewoon in. Dat ben je zelf, hè? Ik weet niet of je paniek hebt. Nee, dat was deze chap. Oh, oké. Okay. Ja. Die ook gewoon een volley. Ja, maar is hij nou op mij aan het knallen? Nee. Nee. Hij is iets anders aan het doen. Zie je, hij volleyt wel op mij. Ja. Het is gewoon een guy die gewoon... het is gewoon geen NPC. Het is gewoon een beetje... Maar ik heb hier niks tussen. Maar dat is wel het leuke. Ik was hier al gewoon mijn eigen dingetje aan het doen. Ik was gewoon allemaal aan het kijken wat er hier allemaal is. Ja, alhoewel je normaal gesproken... Je hebt gewoon heel veel quests. Dus je bent wel gewoon bezig quests aan te nemen. Kijk, hij shankert hem gewoon eventjes naar binnen. Flashy. Hij weet wat hij aan het doen is. Fliew. Maar kijk, dat is aan de ene kant wel... Wat je zegt, ik vind het vervelend, al die mensen in mijn game. Ja. Aan de ene kant is dat wel altijd de drive. Binnen MMO's, als je het hebt over progressie. Weet je, dat op een gegeven ogenblik... Dan loop jij de hele tijd rond. En dan heb je de hele tijd van die gasten die om je heen... Langs rennen op hun mounts. En dan heb je ook zoiets van, hey, fuck man, ik wil ook gewoon mijn mount. Het gaat niet goed. Nee. Kut shit. Nu ben ik er klaar mee. Maar dat is wel hetgeen, weet je, waardoor je dan ook bepaalde dingen wilt. En dat is in World of Warcraft is dat ook een beetje de appeal. Dat je de hele tijd mensen ziet die wel die nieuwe armor set hebben. En dat triggert je, dat je denkt van, oh ja, die shit is ook cool. En dat moet ik ook nog doen in de game. Ja, precies. Nou ja... Weet je, ik heb nu 5 level 90 characters staan, volledig uitgerust. En weet je, er is nog genoeg te doen, zelfs nu.
Ik heb zoiets van, ja, ik ga maar eens aan die challenge modes beginnen voor die dungeons. En dat is gewoon heel knap, dat je zo lang bezig wordt gehouden. Ja, kloot. Je gaat ook mailen tijdens een gevecht met een grote spin. Ja, wat gebeurt hier, jongen? Nee. Nu vind ik het niet cool meer. Want mijn volley werkt ook niet. Waarom werkt mijn volley niet? Nee, maar daarom zei ik, je moet die volley niet nemen. Die volley is een AOE-attack. Dus die is leuk als je een heleboel vijanden hebt. Ik moet ook 3 keer drukken. Ik heb al 2 keer gedrukt. 3 keer. Op wat druk je? Ja, op fucking attack. En nu pas doet hij het. Ja, maar er zit ook iets tussen. En dat is zeg maar het ding waarin ik merkte, als je altijd een archer speelt, dat het gewoon niet hetzelfde is als de gewone Elder Scrolls Online. Dat je bent aan het richten en je kan spannen en je kan hem extra spannen. Ja. Maar je hebt niet de hoeveelheid variatie erin zoals je dat in die Elder Scrolls hebt. Want in die Elder Scrolls, als ik bijvoorbeeld op iets wilde... Nu ben je blij dat er een andere speler is, hè? Ja, tuurlijk. Omdat het level 8 is en wat. Kijk, ik heb een rawhide boots. I like them rawhide boots. Thanks. Nee, maar in die Elder Scrolls offline... daar heb je bijvoorbeeld met pijl en boog dat als je iets probeert te raken wat heel ver is, dan ga je gewoon creatief zijn. Dan mik je er gewoon meters boven. Ja, ja, ja. En ja, dan ga je lekker die pijl gaat gewoon in ieder geval door. Ik ben aan het minen. Ja, nou, dat... Maar dat heb je hier niet. Je kan niet gewoon onbeperkt verschieten. Nee, precies. Het is dus er zit wel, wat dat betreft, een heel flexibel targeting systeem in. Maar er zit wel een... Voor een MMO, ja. Ja, er zit, maar ja, voor een MMO heel flexibel. Voor die Elder Scrolls wat minder vrij. Ja. Zal eens even kijken. Wat is deze dan? Er staat een dingetje voor. 14 damage. Ik ga toch even kijken wat mijn staff doet. Gewoon omdat het kan. Geen ene kut. Nee, ik ben heel benieuwd. Oké, ik wil een pak, jongens. Give maar ik kan nog steeds geen melee spelen in die Rise and Fall, wat vet. Ik kan het niet. Ik wel. Ja? Ja, ik vind het voelt gewoon niet goed. Gaan ze me pakken? Nee, dat was Rise and Fall. Kijk, er zijn hier mensen gewoon, die moeten naar mijn fucking zelfontdekte cave, weet je? Dat is niet cool. En ik kan hem ook niet openen. Fuck, dit is niet cool. Normaal nee, maar je hebt niet eens een quest genomen. Ja, wel waar. Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar, ja, maar normaal nee, maar kan ik dat dus. Gaat naar links, weet je wel? Naar links heb je kompas? Ja, daar. Ja, maar normaal kan het. Weet je, normaal kan ik daar naar binnen als ik dat wil. Ja, en er zijn dingen waar je gewoon naar binnen kan. Hier, ik ben gewoon aan het fire spellen. Maar er is ergens ook gewoon een, hoe heet het? Wel een bepaalde gated ervaring in de zin van dat je dit moet doen voordat je... Ja, gated is eigenlijk meer wat anders, maar het heeft gewoon een strakke volgorde. Ja. 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 Ah, kut! Wat nou als ik deze chap gewoon even hard had gepakt? Nou, deze chap heeft hem al hard gepakt. Ja, hij heeft een bril, dat heb ik helemaal, dat kan niet. Hij heeft een eyepatch. Hij heeft een fucking bril, jongen. Kijk, een zwem. Daar ga ik dus heen zwemmen. Waarom? Ja, omdat het de Elder Scrolls is en I like to explore some shit. Ja. Dus ik ga erheen zwemmen. En dat is waarschijnlijk die boot waar jij net op vast. Ik kan je wel vertellen dat level 50 gaat heel lang duren voor jou. Ja, als dit... daarom. Ja. Weet je, maar dat is mijn speelstijl. Ik wil kijken wat die fucking boot is. Ja, maar waarschijnlijk moet je zo direct nog een keer naar die boot als je de quest hebt om iets te doen met die boot. Ik wil dat is die kut MMO shit. Ik wil dat op mijn eigen ding doen. Ja. Ik wil zelf kijken of daar een fucking Daedric artifact ligt. Ja. En daar zwem ik nu heen, met een sidecrawl, zie je dat? Ik zie het. Hij heeft niet een boscrawl, ik zie het hij doen. Is gewoon een soort van... Ja, leisurely, lean. Gewoon... Lean. Hij heeft een gangster lean tijdens het zwemmen. Ja. Gewoon Black Flag, dus vaar ik gewoon weg op het schip. Dan gooi ik er een orc shanty in. Oh, oh, wat gebeurt er? Ah, nee! Nee! Kutvissen! Fuck the world! Oh, je bent wel slaughtered. Nu ben ik klaar, ja, slaughtered. Ik heb wel een achievement dat ik geslaughtered ben door kankervissen. Fuck deze shit. Zullen we een beetje afkomen? Er willen mensen naar huis zelfs hier. Ik heb wel een achievement gehaald. We werden gewoon vriendelijk verzocht te stoppen. Vriendelijk verzocht to fuck off. Dat is nog with our nerdy shit. Jelle, je verkracht me account. Hoezo? Ik heb je fucking een vet achievement gegeven, jappie. Maar er ligt natuurlijk allemaal bier hier nog. Dat is wel cool. Oké. Nou, het gaat verder vooral over het bier. Oh ja, dat had jij dus mee bij me te houden, hè? Wat er gebeurt. Ik was iedereen even vergeten. Het interessant, onze nerdspeak? Ja, nee. Het gaat vooral over bier. Mm.
Nou, dat was dus aan het begin van de stream, zei ik al, dat er altijd een side topic is naast onze livestream. In dit geval is het dus gewoon organisch gevloeid naar bier. Ja. Dus vet. Tof, jongens. Bier. Ik hou van bier. Ja. Heb veel bier dit weekend in je maag, maar niet te veel, want dan moet je spugen. Net zoals dat als ik zou doen als ik die... Was je dubbelbok? Ja, die is lekker. Ik drink dus echt voornamelijk speciaal biertjes. Ja. Dus, gaan we het vanavond doen, of niet? Heb je vanavond plannen? Mijn vriendin die speelt een showtje in Utrecht. Ah, dat is me net te ver. Ja. Dat is wel weer een ding. Alright. Oké, cool. Ja. Was dat hem? Ja, ik geloof het wel. Niemand heeft hier nog zin in. Volgens mij zelfs jij niet. Nou ja, nee, ja, nu even niet. Ik ben slager door fucking eel. Nee. Maar ja, ik ben nog een beetje... Ik heb een paar dingen gespeeld die vond ik gruwelijk. En nu heb ik zoiets van, dit is me niet... Je moet het rustig thuis gaan spelen. Ja. Dit is kansloos in deze setting. Nou, ja. Ik wil gewoon die boot. Ja. Ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen exploren. Ik wil mijn eigen verhaal Je mag het maken. Doen, maar ja, dan ga ik je levelt minder snel. Slaughter door quest. Nee, maar dat is dus ook maar niet mijn... Weet je, daarom speel ik geen MMO's. Omdat het niet per se mijn doel zou zijn om snel te levelen. Ja. Wat doe je? Je ding tikt tegen je andere Oh, ding. Jezus, hoe weet je dat? Ja, dat zie je gewoon. Mensen vinden het vervelend. Oh, sorry. Sorry, jongens. Tot de volgende keer. Bye. Oké, dan laters.